Wij zijn Zorg en Zekerheid, de regionale zorgverzekeraar. Wij kennen jouw buurt goed en krijgen zo meer voor jou gedaan. Zoals wachtlijstbemiddeling, waardoor je gemiddeld 2 maanden eerder terecht kunt bij een specialist. Zorg en Zekerheid. Zijn Zorg en Zekerheid. Al bijna 200 jaar zijn wij de regionale zorgverzekeraar. En doordat we jouw buurt zo goed kennen,
krijgen we meer voor jou gedaan. Zoals succesvolle wachtlijstbemiddeling, waardoor je gemiddeld 2 maanden eerder terecht kunt bij een specialist. Of meer bewegingsvrijheid en sneller weer op de been via een app waarmee je werkt aan je herstel. En het zorgprogramma Orthopedie, waarin huisartsen, apothekers... Welkom in onze immer uitnemende 5 mei hall. En uiteraard een heel speciaal welkom aan onze gasten uit Groningen. Welkom! Vanmiddag is kennelijk een middag van klassiekers. Uiteraard de belangrijkste is hier Leiden tegen Groningen. Oftewel zorg en zekerheid tegen Donar. Altijd mooi. Met veel plezier ga ik dan ook het team van onze gasten aan u voorstellen. Op nummer 2. Vernon Taylor. Op nummer 3. Gimon Arkema. Op nummer 5. Leon Williams. Nummer 7. Sander Hollanders. Nummer 9, Andrei Magdevski. Nummer 18, Victor Gadefors. Nummer 19, William Brandwijk. Nummer 30, Olaf Schaftenaar. Nummer 32, Kjeld Zuidema. Nummer 35, Ronald Zakis. Nummer 61, Clay Mounts. En de coach van dit schitterende gezelschap is Andrei Stimak. Terzijde gestaan door Kevin Verhulst. Een applaus voor Donar Groningen. Team van Zorg en Zekerheid Leiden. Op nummer 2, Maarten Bouwknecht. Op nummer 3, Dion Hammond. Nummer 4, Nesar Kanbier. Daar is die. Hi Nesar. Nummer 5, Marijn Ververs. Op nummer 6, oh nee, op nummer 9, Stan van den Elven. Op nummer 10, Roeland Schaftenaar. Are you ready to play? Op nummer 11, Duco Bos. Op nummer 13, Luc van Bree. 17, Lucas Kruithof. Nummer 6, oh nee. Nummer 18, Worthy de Jong. Nummer 21, Erika Svenskoos. En tot slot nummer 42, Tommy Rutherford. En de coach van dit geweldige gezelschap is Doug Bradley. Terzijde gestaan door Jan Stalman en Martin Heijouwaard. Dames en heren, Zorg en Zekerheid Leiden.
Ja, dames en heren, jongens en meisjes. Welkom bij de livestream van Zorg en Zekerheid Leiden tegen Donar. Het is de tweede wedstrijd uit de halve finale van de basketbalcup. Het Nederlandse bekertoernooi. De eerste wedstrijd was afgelopen vrijdag. Donar won dat duel met 5 punten verschil. Dus aan Leiden de taak om vandaag met 6 punten verschil te winnen. Bij 5 punten verschil gaan we verlengen. En bij een overwinning van Donar of een nederlaag van Donar met niet meer dan 4 punten verschil gaat Donar naar de eindstrijd. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen in Zwolle. Landstedenhemmers tegen Zeeuwen Feyenoord Basketbal. Die begint ook om 3 uur. Die begint ook om 5 uur. En Landstedenhemmers heeft de eerste wedstrijd met 15 punten verschil gewonnen. Dus de kans is groot dat de ploeg uit Zwolle naar de finale gaat. Na afloop wordt hier geloot bij wie de finale gespeeld gaat worden. Ja, dat was natuurlijk vrijdag al Bertie de Jong meedeed bij Leiden als, laten we zeggen, tijdelijke in-stand-in voor Westie Elsecare. Daar was het publiek niet echt enthousiast over. Veel boegroep en gefluit. En hier is het eigenlijk precies andersom. Bertie kreeg ook verreweg het meeste applaus van de spelers die het veld betraden. En het Bertie is een Leienaar klonk alweer ruimschoots van de tribune. En het is even kijken hoe lang hoe wedstrijd die mee gaat doen. De verwachting is dat het ongeveer om 6 wedstrijden zal gaan, 6-7 wedstrijden. En tegen die tijd zal David Collins ook wel speelrechter zijn. Waarschijnlijk komende week al als ze mee zit. Maar goed, dan hoeft hij meteen van de rustig ingewerkt worden. Collins is natuurlijk een fantastische achternaam om te hebben. We hebben natuurlijk in de jaren 70 hebben Arthur Collins hier gehad. En dat is ook een fenomeen. En deze David Collins komt ook van een goed college af. Dus wie weet is het ook een fenomeen. Zoals bekend zijn er geen live stats bij deze wedstrijden van de NBB basketbalclub. Die hebben geen rechten daarvoor gekregen of gekocht. Daar laat ik verder in het midden. Maar goed, we krijgen natuurlijk wel statistiek in de rust. En, we zullen ook proberen een beetje bij te houden wat er allemaal op het veld gebeurt. Dus even kijken wie er gaan starten bij Leiden. Ik zie Luc van Bree, Tommy Rutherford, Dean Hammond, Stan van Elzen en Marijn Vervens. Dat is niks bijzonders. Bij Donar begint in ieder geval Willem Brandswijk, André Magdewski, Sander Hollanders. Victor Gadefors en ongetwijfeld Clay Mounds ook. Dan moet ik nog even zien of hij erin staat. Ja, die staat er ook in. Die speelde wel een goede wedstrijd afgelopen vrijdag. Wat op zich van beide ploegen niet echt hun beste wedstrijd was. 3 punters waren schaars. Leiden schoot 4 uit 24. Donar 3 uit 18. Dus dat was niet om over naar huis te schrijven. Maar goed, volle bak. En we gaan los. Balbezit meteen voor Leiden. De eerste aanval van Leiden leidde tot niks, turnovertje. Dus zoeken geblazen voor de guards. De guards hebben het moeilijk. Dat geldt trouwens ook voor de Groningse guards, van in ieder geval van de afgelopen wedstrijd. Mounds naar de basket. Gooit hem erin, krijgt een fout mee van Sander Hollanders. Ja, Martin, er is geloof bij de supporters van Donar na die eerste score. Ja, dat is ook niet zo gek natuurlijk, want nu is de marge 7 of 8. U ziet het, we gaan het niet te vaak zeggen, maar in het geel onder in de beeld zit u zet Leiden min 5 onder die nog hatelijke 0.
Dus eigenlijk is Leiden niet 3 punten achter, maar 8 punten achter. En dan moet het verder wel duidelijk zijn voor de rest van de dag hier zo. Hammond, die matig speelde, nu ook meteen weer in de fout gaat. Stond niet te verdedigen in de plaats, maar werd aan alle kanten voorbij gelopen. En een schotje van Mounts, die de man of the match was. En hij is hot. En waar als het zo doorgaat, Martin, 0-6 komt er snel een time-out voor Leiden. Je moet Groningen meteen aanpakken in eigen hal. Je moet meteen je eigen publiek erachter krijgen. Het is hier warm, het is hier vol. Heel veel fans vanuit Groningen. En gaat het Rudy de Jong effect het zich tegen Leiden keren? Ik vond het nog geen succes. Ik ben misschien wat kritisch, maar ik vond het vrijdag van beide kanten een hele spannende, een hele stevige, een hele verdedigende wedstrijd. Maar verder meer spannend dan goed. En hopelijk wordt het vandaag en spannend, maar ook goed. En in ieder geval hier een fout tegen Brandwijk. Gemaakt op Rutherford, die matig ook speelde. Bij Leiden, Schaftenaar kwam er redelijk in. En dat was het eigenlijk wel zo'n beetje. Heel veel meer kan ik er niet van maken. En toch, dat was het knappe. Leiden stond wel prima te verdedigen in de plaza. En het is echt het schotje van hem, het mooie bal. Dat deden ze goed, die verdediging in Groningen. En daardoor wisten ze de schade wel prima te beperken. Waardoor ze nog wel helemaal in de race zijn. Maar de start voorlopig wel even voor Donar met een end-one en een driepunter. Een moderne driepunter en een ouderwetse driepunter, zullen we maar zeggen. Deze is net niet goed voor de nieuwe man. En Magdevski, die goed begon en daarna niet zo superveel meer speelde. Maar ik vond hem lekker beginnen afgelopen wedstrijd. Turnover van Leiden. Nee, net niet. Ververs weet hem in de ploeg te houden. Leiden dus dit keer in het wit. En hier, Hammond dit keer niet. Houdt wel van die midrange jumpers. Is 1 op 2. Ja, ik vond Magdevski niet echt denderend spelen afgelopen wedstrijd. Veel turnovers. Mooie bal van Mount, zeggen Martin. Een mooie vrijgedraaid. Hij speelt met veel vertrouwen. Had 19 punten, zeg ik even uit mijn hoofd. 22. 22 zelfs in wedstrijd 1. En heeft er nu ook alweer 5. En daar zal wel ook wel een sleutel liggen. Hij heeft een goede lengte, die Mounts. Volgens mij heeft hij alle punten nog gemaakt. Hij heeft alle punten zelfs. Hier, Van Bree. Ja, ik vond Van Bree ook niet best spelen. Maar goed, ja. We kunnen wel zeggen, iedereen was... Goed, het resultaat was natuurlijk helemaal niet heel verkeerd. Het is eigenlijk gewoon 1 helft natuurlijk in zo'n beker 2-luik. En dan verlies je met 5 puntjes. Dus je staat bij de rust 5 punten achter. Daar is helemaal niks mis mee. Maar als neutrale toeschouwer, te veel de scheidsrechters gezien, te veel balverlies gezien. Vreselijk slechte vrijworpen van beide kanten. En nogmaals, we gaan het erop houden dat het vandaag gewoon allemaal beter wordt. En spannend, Martin, dat zal het sowieso blijven. Ja, dat denk ik wel. Ik bedoel, vorig jaar we hebben hier de Binex League playoff finale gehad. En dat was natuurlijk ook groot verschil. In de eerste helft begon hij zo'n donor op Remmers zelf bijna 20 punten voor. Ja, iets van 17 dacht ik of zo. Ja, ja en toch verlies je die wedstrijd nog. Leiden Wollum, u weet het, de rest is history. Bijna ingetipt nog en het valt net niet voor Mounts, die goddelijk staat te spelen. Ververs op zoek naar een gaatje, pakt de baseline. Het duurt lang. Had de willepaas naar Van Bree, die staat natuurlijk op te spotten voor zijn jumpertje. Shooters gonna shoot. Weer niet. Ja, het is als die ballen niet vallen bij Van Bree, dan moet hij het ook proberen met de hustle en in de defense op te lossen. En ja, dat zal ook niet super makkelijk zijn, want met Gallifors en ook onze vriend Mounts in de game hebben zowel Van der Elzen als Van Bree het moeilijk. We hebben nu geswitcht. Eens kijken of Van Elzen dit kan. Hij is kleiner. Gallifors is sterker en dan is het heel makkelijk gebeurd. Ik snap ook niet zo heel goed waarom de coach start met en Van der Elzen en Van Bree. Ik vind de twee redelijk vergelijkbare spelers. Die allebei nog niet het even lekker draaien. Hier 1 op 3 nu voor Hammond. Heel snel geschoten. Het is gokken wat Leiden doet. Het is proberen, het is zoeken. En als er nu geen stop komt, zal er een time-out komen. Durf ik u wel te voorspellen in de paint. En slim nog eens een keer heel snel door Gallifors naar binnen gedraaid. Die net al scoorde en dan nu fouten uitlokken. Dat leek mij 2 shots. Dat zijn het dus niet. Nee, hij was nog on the floor. Hij maakte natuurlijk ook een beetje die spin. Dus dat is dan weer goed voor Leiden. Maar Martin, 10 punten al voor Groningen in 3 minuten. Dan is te veel. Ja, 4 minuten, sorry. Kijk, je geeft natuurlijk sowieso wat lengte weg. Ja. Ik bedoel, Van Bree is 4, Van der Elzen speelt op 3, maar hij is eigenlijk ook een 2. Ja. Ja, Van Bree is niet een powerhouse of zo, dus dat mis je dan ook. Ja, kijk, en onze vriend Rutherford speelt, is wel stevig, maar hij speelt ook nou niet super groot. En toch heeft geen Kirazi of iets, hier wel goed gechallenged. Die jumpertje valt mis van Brandwijk. Ja, Kirazi is aanvallend ook geen goede speler, dus dat scheelt. Ja,
Hier Ververs tegen Manevski. Veel dribbles. Oh, mooi step back. Jammer, jammer. Valt net niet. Goed uitgebokst. Dat is het probleem, vind ik, bij Leiden zoals ze nu spelen. En afgelopen wedstrijd ook. Eén schot. Het moet allemaal van de driepuntslijn komen. Ja, wel een hele goede strip van Breda. Op Gadafans. Kijk, Leiden schoot de vorige wedstrijd 4 uit 24 driepunters. Kijk, Donor ook 3 uit 18. Maar goed, dat maakt dan op zich niet zoveel uit. Want dat is de tegenstander. Maar Leiden valt de basket niet aan. En dan krijg je ook maar 2 uit 12 vrije worpen. Terwijl Donor dat wel doet. En die andere vorige wedstrijd 24 vrije worpen. Leiden speelt dus te veel vanaf de buitenkant. Ja. Als schot valt is het prima. Als schot niet valt is het is er niks. Ja. Ja. Dus goed, dan, samengevat. Goed samengevat. Martin even overlegd met de commissioner onder andere. Het zal een fase door scheidsrechter Arnold van Bokhoven. Er wordt ook iets gezegd nu tegen de speaker. Die moet iets gaan regelen. Of iets gaan, dat weet ik niet precies wat het is. Dat is onze speaker Martin Hoijmans. Is een prachtige outfit. En ik denk dat er iets gezegd moet worden tegen de DJ. De DJ was onder de veronderstelling dat er van alles kon, omdat het MBB is. Ik denk dat enigszins een vergissing was. Dat zal wel worden bijgesteld. Ik denk dat het gaat over het geluid en dergelijke tijdens de wedstrijd. Hier Van Bree aan de bal. Zoeken in de post. Goed die positie voor Rutherford. Buffelt zich tegen Sakis. Dat is natuurlijk wel een leuke matchup. Twee van die spierballen basketballers. En Sakis gaat op de bom, neem ik aan. Dus voor mij... Ik dacht toch dat dat al de derde teamfout van Donor was. Het is slordig gedaan hier met het scorebord, Martin. Je kan daar gewoon rugnummers op zetten. Dat is verzuimd door de tafel. Waardoor het 4 tot en met 15 op het scorebord staat. In plaats van zoals bij Donor 2 tot 61. We hebben geen idee wie is. Dat is spijtig. We zien wel de teamfouten in het geel onder in uw beeld ook. Leiden 3, Groningen 2. Ja, dat klopt dus niet. Het is nu 3-3. Dus ja, mag Devski even een fout gaan? Nu, nu staat hij op 3. Ja. Maar het had al de vierde moeten zijn. Mag Devski heeft een fout gemaakt hier. En Brandwijk heeft een fout gemaakt hier. Daarnet hadden we daar een fout bij dat Leiden in balbezit kwam. Dat er een fout gemaakt werd op Van Bree. En nu deze. Ah, hij staat er op het bord ook. Ja, Martin, wie ben ik? Oh, kijk, heel goed. Heel goed, alsnog bijgewerkt. Mooi zo. Hammond, eerste was raak. Even kijken, altijd lekker als dan die vrije worpjes erin gaan. Dan heb je dat vizier nog weer even bijgesteld. Hij heeft alle punten voor Leiden, Dion Hammond. Ja, dit is de 117e wedstrijd tussen deze twee clubs. Wauw. Sinds de terugkeer van Leiden in de Eredivisie. Heel veel. Oeh, ja, te laag aangepast. En fumble. Tweede keer volgens mij dat hij moeite heeft met de bal, daar Sakis. Kijken of Hammond in de tech kan. En ja, weer een fout van Donar. Die zitten in de penalty, Martin. Dat is al heel snel. Twee vrije worpen. Ja, dus dat doet Leiden nu wel goed. Wat meer druk zetten, wat meer die paint opzoeken. Martin legde het uit. Ja, niet te veel op dat jumpshot leunen per se. Maar ze hebben het toch wel goed verdeeld. Zie ik nou alleen maar vier mensen met een P, terwijl het toch echt vijf moeten zijn. Ja, dat komt, Martin, omdat ze hebben zitten klooien. Oftewel, denk ik, gewoon te laat aan de slag zijn gegaan bij de jury. Ze hebben waarschijnlijk voetbal zitten kijken. En ze hebben de rugnummers niet op het bord gezet. Dus ja, dan werkt het niet. Je hebt, het loopt maar tot rugnummer 15. Het is buiten uw beeld, mensen. Ja, en als je dan de rugnummers boven de 15 hebt, dan draait het helemaal in de soep. En in ieder geval, Hammond, nog steeds met alle punten voor Leiden, kan naar 6 gaan. 3 op 4 vrij worpen. Laat er eentje liggen. Dat is nog wel redelijk acceptabel, natuurlijk. Ja, ook de nummers van Leiden zijn niet aangepast op het scorebord. Nee, die hebben zitten pitten. Het zal denk ik nog wel in de rust of misschien tussen de kwarten hersteld gaan worden. We doen het er even mee. Ook geen live stats, omdat dit... gaat naar linkerhand. Niet zijn aangeschaft voor dit bekertoernooi. En ja, het publiek wilde geen fout, wilde een clean strip. Maar Rutherford gaat wel degelijk op de bom. En als het dan op het scorebord gaat knipperen, dan kunnen wij er wat van gaan maken. Of dat zijn eerste of zijn tweede is. Ververs eruit. Eerste fout. Ja. Hij staat met nummer 4 op het bord. Onze hier in de sporthal. Hier is het Sakis die er imposant uitziet. En ze strak schiet en het balletje rolt binnen. Ja, speelde toch ook best wel aardig. Kwam in de tweede helft goed op dreef. Ronald Sakis. Stevige Groninger. Schiet hem weer strak. Nu te strak. Voorkant van de ring.
Ja, maar het is niet zo'n goede vrije worpschutter, maar hij gooide wel een belangrijke drie punten erin. Ja, inderdaad ja. Nou ja, ook Leiden had nog een aantal belangrijke acties bij het scheiden van de markt van de week. Om van iets van min 8 toch nog terug te komen tot die min 5. Dus onder andere een gruwelijke turnover van Leon Williams, die helemaal niet nodig was. En speaking of which, misverstandje tussen Van Bree. En dan, ja, waarom dan nog naar elkaar kijken en zo? Het is toch verder duidelijk, dit kan gebeuren. En door, dat vonden Bouwknecht en Van Bree nog even niet. Leiden nog steeds wat zoekende, 5 puntjes in 6 minuten. Ook natuurlijk van de week hadden ze al moeite met scoren. Maar ja, dat gold voor Groningen ook. Omdat de defense gewoon van beide kanten heel goed in orde is. Ook echt wel een paradepaardje, stokpaardje. De te makkelijke leer van Madeski. Stokpaardje van Doug Spradley, de verdediging. En daar is ook op gescout bij het aantrekken van David Collins. Die over een tijdje zal aansluiten. Die al wel in Leiden is. Ja, wat het probleem bij Leiden is, ze krijgen die bal niet bij de forwards. De forwards worden goed overspeeld door Donar, worden er goed op geholpen. Ja, en dan krijg je dit soort rare situaties. De jongen kruipt door, sluipt door. Wat hij natuurlijk kan, valt niet. Dit lukte ook niet in Groningen. Probeerde hij het ook 2-3 keer. En ja, goed, je moet wat natuurlijk zonder Elsegier en met David Collins nog niet speelgerechtigd. Maar het is natuurlijk ook toch wel enigszins een noodgreep. Weer een lay-up van Donar. Nog steeds geen time-out voor Leiden. Ja, toch wel. Het is min 15 overall, Martin. En Leiden is al heel snel 5 tandjes moeten bijzetten. Ik kan het niet anders zeggen. Ja, we blijven gewoon in de lucht. Oké. Ja, dat is natuurlijk geen goed begin van Leiden. Het probleem ligt nog steeds bij het vrijkomen van de forwards, waardoor de guards veel te veel gaan dribbelen. Bouwknecht en Marijn Wervers proberen het dan met dribbeloplossingen te zoeken. En dan komt er een slechte paas uit of iemand begrijpt het niet. Ik snap die paas van Bouwknecht net naar Van Bree wel, omdat er gedubbelteamd werd op de afrollende Ruddefort. Ja, dan moet die bal bij Van Bree komen. Die staat niet goed klaar. En de bal gaat uit. En voor de rest is het allemaal donorbal wat er gebeurt. Magdevski 2 keer naar de ring. Die speelt een stuk beter dan de afgelopen wedstrijd. Het is opvallend dat alle spelers van Donar ook met de rechterhand naar het bord kunnen. Maakt niet uit van waar ze gaan dribbelen. Dus Leiden heeft nog niemand op die linkerhand kunnen krijgen. Ja, daar moet je toch je verdediging veel beter op aanpassen. Ik bedoel, Mounts ging de bucket in met rechts. Vanaf de, laten we zeggen, rechterkant als je vanuit de verdediging kijkt. Nu Magdevski ook 2 keer met de rechterhand naar binnen. Ja, dan moet je dat gewoon weghalen. Nou, Leiden heeft geen rim protection. Schaffenaar die er nu weliswaar in komt, die trouwens, wat ik al zei, aardig speelde. Ja, is geen schotblokker. Rutherford eigenlijk ook niet. En ja, dan moet je het gewoon met een team defense zien op te lossen. Of met een double teaming of met een helpside. Het is allemaal heel makkelijk gezegd. Groningen zit gewoon in een hele goede groove. Maar laten we ook niet vergeten dat ze gewoon overtuigend doorkwamen tegen... Ja, toch wel de favoriet van dit seizoen, Heroes Den Bosch, die wel een rare en zware week hadden. Maar ja. Donar heeft daar natuurlijk enorm veel vertrouwen getankt uit die grote overwinning thuis tegen Den Bosch. Dus wat dat betreft is het helemaal geen schande dat Leiden het moeilijk heeft. Maar het is toch zonde dat het, Spradley wil stapje voor stapje gewoon werken aan verbetering. En dat er nu weer toch, een terugval is misschien een groot woord. Maar ook in Leeuwarden was het natuurlijk niet denderend. Wel weer goed naar de ring gegaan. Dan worden de 5e en de 6e vrijworp van Dion Hammond. Dat doet hij uitstekend. En dat is het goede, Martin. Ze brengen Donar wel in de foutenproblemen op deze manier. Tweede fout van Mounts. Huh? Dat betreft is het mooi. Er is nog heel lang te gaan. En je wilt natuurlijk ook je thuispubliek een beetje in die wedstrijd krijgen. En was natuurlijk gehoopt dat de terugkeer van Rudy de Jonge, die wel natuurlijk terecht luid werd toegejuicht bij het voorstellen, maar dat die dan ook meteen een vonkje brengt. Ja, dat is nog niet helemaal zo. Nee, 3 tegen 3 is natuurlijk wezenlijk anders basisgeworden. Het is gewisseld worden. God of Force. Flink meegetraind. Komt Olaf Schaftenaar erin. Ja, en ook Mounts eruit. Die tegen zijn broer gaat spelen. Sowieso van Haag natuurlijk, maar nu ook allebei binnen de lijnen, Olaf en Roeland. Het was de afgelopen keer de eerste keer dat Olaf Schaftenaar tegen zijn broer een wedstrijd won. Oh. Dat was ever? Of, ever. Ja, echt? Ja. Oh, oké. Okay. Ah, dat zegt wel wat. Ja, zo vaak hebben ze ook niet tegen elkaar gespeeld. Nee, dat is wel. Dat is wel. Olaf natuurlijk ook wat jonger. In Nederland gespeeld toen Roeland in het buitenland zat, etc. Hier is het weer Hammond. Hij scoort alle Leidse punten, Martin. Maar hij laat weer een... hij maakt ze nu 2-2. Sorry, 2-2. Hij is 5 of 6. Oeh, William Williams, wat doe je daar? Oei, gooit bijna de bal weg in de post.
Goeie paas. Dat trouwens een goede paas gesproken. Dat ging heel goed bij Leiden. Die high-low tussen Schachtenaar. Die als assistman diende op wat goede insnijdende Leidse spelers. Kijken of dat we dat nu ook weer gaan zien. Dan staat hij zo op die high-pass. Kijk, dit bedoel ik. Dit is precies wat ik bedoel. En weer goed naar de ring gegaan. En weer een fout van Donar. Nou, als ze een beetje verdelen, dan is er niet superveel aan de hand. Behalve natuurlijk dat Leiden wel steeds vrije worpen krijgt. Maar ja, misschien liever 2 punten tegen dan 3 punten tegen, denkt Donar. Maar Dion Hammond has come to play. Dat is wel duidelijk. Ja, Fanskoes. Ja, Fanskoes die het totaal niet had in Groningen. Dat zijn we niet zo van een gewend. Martin is het niet met mij eens. Nee, de eerste 3 kwarten was het niks. En in het 4e kwart speelde hij goed. Ja. Dan ging hij ook drijven, ging hij ook schieten. Ja, dat is 1 kwart hè, Martin. Ja, maar ja, goed. Er waren spelers die de hele wedstrijd niet thuis gaven. Er waren er ook heel veel. Zit wat in, ja. Hij Fanskoes er ook in. Ja, ik vind het toch voor zo'n goede speler opmerkelijk hoor, dat hij nu pas erin komt. Maar ja, er zal een gedachte achter zitten waarom bijvoorbeeld hij niet start en Van der Elzen of Van Bree wel. Ik snap het nog niet helemaal. Hier is natuurlijk ook een mooie, aan de andere kant ook een mooie aas om uit je mouw te trekken. Om pas dan later in zo'n wedstrijd een prima speler als Fanskoes erin te brengen. We gaan het allemaal zien hoe dat dan weer uitpakt. Hier Bouwknecht dus op Williams. Kennen elkaar natuurlijk goed. De andere rondom het Nederlands team. Aanvallende fout. Ja, weer een fout. Is het Zakis, Martin? Dat is dan zijn tweede. Nee, ik zie wel 3 plus 5, denk ik. Dit is de 3 van 30. Ja, Zakis, ja, Martin. Dat zou toch nog wel eens impact kunnen gaan hebben. De fouten problemen. Als eerste fout staat er op bord. Ja, de 7e teamfout van Groningen in iets meer dan 7 minuten. Het publiek begint er ook weer wat meer in te geloven. Idem de DJ. Kijken of Schachtenaar weer zo'n mooie assist kan geven. Nog niet. Pick and roll gespeeld. Ja, achter de rug. Doorgepaast of niet? Nee, zelf gegaan. Ja, dat kan niet goed. Moeilijke bal zeg. Moeilijke bal. En hij is raak. Timeout Donar. Goeie bal van Fanskoes. Uitstekend. En Donar gaat het hebben over de vele teamfouten. Ja, ik snap nu wel waar Donar een time-out neemt. Want Leiden komt nu toch een paar keer dicht in de buurt van de ring. Uitstekend en, spel. Dat moet natuurlijk afgestopt worden. Dus dat Leiden natuurlijk ook een runnetje maakt van 5-15 naar 11-15. 6-0 run. Ja, dat is toch alle hands aan dek. Even tussenstandje uit Zwolle. Daar zijn ze al in de tweede helft bezig. Het staat 25-23 voor Landstede. En nog 7 minuten 5 tot de rust. Ja, Martin, wat gaat er goed? Nou, wat ik net zei, Leiden gaat wat meer naar de ring. Is ook wel wat harder aan het werken in de verdediging. Ja, weet je, Donar maakt natuurlijk veel fouten. Dus dan moet je zorgen dat die fouten profiteert ervan. Het is nog 2 minuten 7 dit kwart. Je kan er wel wat vrije worpjes eruit weghalen. Straks in het tweede kwart begin je gewoon weer allemaal op 0-10 fouten namelijk. Dus ja, ik snap ook wel een beetje hoe het zit met die startende posities. We waren natuurlijk, Elsenkeer was natuurlijk altijd een vaste starter. Die is er natuurlijk niet meer. Ja, dat is waar. Dus vandaar dat Van der Elzen dan... die startte ook al toen Hammond geblesseerd was. Hammond is weer terug, start dan weer. En Van der Elzen start nu tijdelijk, zal ik maar zeggen, voor Elsenkeer in de plaats. Ik verwacht gewoon dat straks of Collins of wie dan ook wel weer gaat starten. De Collins is wel een aardige speler. Nou, Donar, wat hebben ze in de time-out afgesproken? Wat gaan ze doen? Screen of Williams. Afrollen naar Brandwijk. Ja, daar had van de Leiden nog wat helftijd moeten komen vanaf de weekside. Dan had je dat af kunnen stoppen. En het tekorthoekje van Schachtenaar. Williams uit de corner. Mis.
Rebound voor Donar. Schaftenaar van ver. Drie punten draait er ook uit. Dat is prachtig, Martin, hoe de supporters van Donar, die zitten hier vlak onder ons, enorm meeleven. Oeh, zijn aasen vliegen door de 5 mijl. Maar ja, ze zijn natuurlijk wat stilgevallen. Drietje voor Leiden. Is goed van Bouwknecht. Heerlijke swish. Ja. En Leiden is bijna weer aangesloten. Maar goed, 4 plus 5 is toch nog wel 9. Maar laten we zeggen in de enkele cijfer. Als we kijken of Leiden ook het kwart goed kan afronden. Laatste minuut. Beide teams in de penalty. Leiden haalt in ieder geval het schot er tot nu toe goed uit. Tegen de Jong is het altijd gevaarlijk. Oeh, fout van de Jong, denk ik. Een beetje zijn been naar voren gezet. Een beetje dwars. De speler daarmee toch stiekem tegenhoudig betrapt door Mohamed Schumann. Betekent een two-shot. Ja. Ja, het voordeel van de avond die Leiden net speelde was dat er twee keer een screen gezet werd voor Bouwknecht die aan het dribbelen was. Ja, daar komt hij wel vrij in. De vorige wedstrijd was het meestal maar één screen. Ja, we zijn de punten weer. Ja. Gaat erin. Madewski. Dat speelde in ieder geval beter dan de afgelopen wedstrijd. Maar ik vond hem wel aardig starten. Wel dreigend. Daarna had ik het idee dat hij ook niet zoveel speeltijd meer kreeg. Nee, want hij had het onwijs verbonden. Maar dat kan een oorzaak, ja precies, kan een oorzaak gevolg zijn inderdaad. Eens kijken, Groningen gaat hem al nog een keertje terugkrijgen. Kan Leiden nog een bommetje loslaten? Gaan ze weer voor het schot? Of gaan ze proberen weer op de vrije worplijn te komen? Een beetje opposten van de jongen. Slim gedaan. Goed. Ja. Donar denkt natuurlijk ook met al die fouten. Laat ik hem nou maar een keer omhoog laten gaan. En een keertje geen P maken. Dan maar op die manier twee punten. Eens kijken of er nog wel een goed laatste schot uitkomt. Voor bijvoorbeeld Olaf Schaftenaar. Oeh, let op de race. Tegen zijn broer. Oeh, de langste stap te laat denk ik. Te laat losgelaten. Niet door de scheidsrechters aangegeven, maar het balletje valt sowieso niet. Even uitblazen hoor, Martin. Nee, 4 punten verschil, 4 achter Leiden, 15-19. Heel kort de tussenstand alsjeblieft vanuit het Landsteden Sportcentrum. 28-27, halfweg kwart 2. Oké, Zwolle eigenlijk nog steeds op rozen. Wij gaan naar onze sponsors. Ja, we hadden allemaal entertainment op de helft van het veld. En als het entertainment voorbij is, dan gaan we weer basketballen. Ja, even een spelletje met de kinderen hier in de time-out. En Martin, als je nou zo eens naar die twee ploegen zou moeten kijken in het algemeen. Hè, dit Donar en dit Leiden. Als je nou één sterk punt of twee van Donar moet noemen en van Leiden, als ze tegen elkaar spelen, dus in vergelijking met elkaar, waar ligt dan een kansje voor Leiden en waar ligt een kansje voor Donar? Nou ja, beide ploegen hebben natuurlijk goede verdedigende rebounds in principe. Dus je zou op tempo kunnen spelen. Donar deed dat de eerste wedstrijd wel. Als de rebound gepakt werd of een steal, dan waren er meteen 4 vandoor en daardoor kregen ze makkelijke scores. Donar is fysieker dan Leiden. Ja, Leiden zou het toch moeten hebben inderdaad van wel van hun eigen snelheid en van meer overleg in het spel. En niet als een paard met oogkleppen er vandoor gaan. Ja, het duurt allemaal wat langer. Sorry Martin, ik onderbreek. Maar het scorebord was nog op de goede rugnummers gezet.
Dus dat is in ieder geval het goede nieuws. Maar daarom zag u net ook even de scorebal op 0-0 staan. Maar het is geen 0-0. Ik heb even de tussenstand niet onthouden. Maar Leiden staat een puntje of 5 achter. Oftewel een puntje of 10 in totaal. 15-19 is het. 15-19. Leiden staat 9 punten achter. William de Haas en zijn collega gaan dat allemaal voor u fixen. Daardoor een wat langere break tussen de kwarten. Was jij al klaar? Want ik stelde jou inderdaad van beide kanten. Waar liggen voordeeltjes voor de een, voordeeltjes voor de ander? Ja, nou ja, het zijn alle twee toch redelijk nieuwe ploegen, zullen we maar zeggen. Dona heeft natuurlijk in het seizoen al wat reparaties moeten laten plaatsvinden. Ja. Daardoor kwam God of Force bijvoorbeeld bij de ploeg. Leiden ook uiteindelijk. En Magdeftie. En Leiden heeft eigenlijk precies hetzelfde. Daar was Elsekeer weg en die moet natuurlijk vervangen worden door Collins. En dat is een tijdelijke verwerving, jong. Ja, goed, ik bedoel, moet je ook maar zien hoe dat allemaal zich gaat. Hier zitten wij mensen een groet hier vanuit de nok. Ja. Dus nee, maar ja, dat is, wat dat betreft, het seizoen is natuurlijk lang, zullen we maar zeggen. Het is nu januari, de prijzen worden ergens in mei verdeeld. Dus dan moet je er klaar voor zijn. En Leiden heeft, daar zit Collins volgens mij. Ja, David Collins in beeld daar. Ja. Leiden heeft natuurlijk een voorsprong van 3 winstpartijen op Donar. Of laten we zeggen 6 punten voorsprong. In de oude telling, zal ik dan maar zeggen. Maar goed, dus Leiden heeft 3 keer verloren in de competitie in Donar, 6 keer. Dus Leiden gaat stevens wel af op een tweede plaats. Dus dan zou je Donar wel weer in de play-offs kunnen treffen in de halve finale. Bij wijze van spreken als Donar erin slaagt om derde te worden. Ah, zo denk je al door. Ja, ja. Dus ja, dan moet je er gewoon staan. En ik denk dat Leiden nog heel veel moet zoeken. Is het handig om met een non-scorer als Van Breed te starten, die eigenlijk alleen maar een 3-punter in huis heeft. En zet je daar 4 scorers omheen, dat zou kunnen. Ja. Je kan ook kiezen om Venskes te laten starten. Maar dan heb je misschien meer scorende spelers in je eerste unit, maar niet op je bank. Ja, ja zeker. Dat is kijk, en nu als je nu Venskes en Bouknecht van de bank laat kopen en Schaftenaar, dan kan je in ieder geval makkelijk wisselen. En, dus, nee, helemaal waar. En straks kan je Van de Elzen van de bank laten komen, omdat dan Collins waarschijnlijk wel zal gaan starten. Heb je helemaal gelijk, Martin. En denk ook maar aan de periodes dat deze man hier in het midden, Rudy de Jong, ook van de bank kwam op een gegeven moment. Hè? En dat was het laatste jaar onder Hamming. Toch een lekkere troefkaart natuurlijk. Ja, daar was hij zelf niet zo blij mee af en toe. Maar hij kon zomaar opeens de hele wedstrijd in vuur en vlammen zetten. En wat er ook gebeurde, hij speelde wel een hele goede B-Next play-offs. En daarom werd hij ook MVP van de B-Next play-offs. Lijkt allemaal alweer zo lang geleden. Maar wanneer was dat? Afgelopen juni, hè? Zo'n beetje. Ja, mei, juni. Een groot half jaar geleden, zullen we zeggen. Ja, Martin, in de B-Next League heeft Leiden, zeg ik even uit mijn hoofd, nog 4 wedstrijden te gaan. We gaan eerst 2 keer uitspelen en dan 2 keer thuis. En dan ronden we het domestic deel af. Krijgen we de Interland window met onder andere Nederland in Almere tegen Georgië. En daarna gaan we aan die cross-border fase beginnen. En dan hebben we ergens ook nog, dat zal ook in maart zijn, de bekerfinale. Bekerfinale is 12 maart. 12 maart. En volgens mij gaat Leiden, als Antwerpen het haalt, en die gaan het wel halen. Dus we gaan Leiden de Night of the Giants spelen in Antwerpen in de B-Next. Ja. En dat is gewoon een feestelijke wedstrijd met heel veel vrijwilligers. Ja. En 10 tot 15.000 mensen op de tribune. Ja, en dat zal. Nou, Antwerpen doet het momenteel heel goed. Dus de kans is vrij groot dat zij ook de gold halen. In tegenstelling. Doet er niet toe. Dat is op vrijdag 17 maart, mensen. Antwerpen hier vanuit de Randstad. Niet zo heel ver. Fantastische ambiance in het grote Sportpaleis. Waar ook van die grote concerten worden gehouden en zo. The Night of the Giants, top basketbal. Dat is allemaal over een kleine 2 maanden. We zijn er weer klaar voor met het hele scorebord. Alles weer geprogrammeerd en Donar opent. Ja, de Jong, Madefsky. Luchtalarm ondertussen wordt weer eens aangezwengeld. Gezwengeld in de fans en dan weet toch bij de ring te komen. Weet alleen niet af te maken. En dan de tip in is een and one. Als het tenminste een verdedigende fout was. Ja, zeker. Count the basket. En dat was een fout van... was het Ververs? Staat hij erin dan inmiddels weer? Het was in ieder geval een getal, dacht ik, onder de 6. Nummer 3. Okay. Hammond. Leon Hammond. Ja, ik zag de scheidsrechter iets doen met 1 hand. Dan gaat Hammond eruit. Dit is denk ik zijn tweede fout. Nee, zijn eerste. Het scorebord is in ieder geval nu weer goed bruikbaar. Er zijn 2 spelers in deze wedstrijd met meer dan 1 fout. Dat zijn Zakis met 2 en Mounts met 2 fouten. Ja, dit vond ik wel slecht verdedigd van Leiden. Dat Mounts dan gewoon weer zijn bal kan opgraven, maar hij mist dan die vrije hoek. Ja, die was veel te kort, die bonus. Ja, maar Madefsky werd aardig gestopt door de Jong.
maar aanvalsrebound was dus wel voor Kleymaans. Heel effectief speelt. Meteen weer goed het kwart begint. Zoals hij ook het eerste kwart natuurlijk de man was bij Donar in het begin. Totdat Leiden terugkwam. Kruithof! Ja, we hadden laatst nog geïnterviewd dat hij er in 3.3 in gooit. En volgens mij heeft hij er aan lering aangenomen, want hij gooit nu wel die 3-punten raak. Ja, maakt daarna de fout op Mounts, maar heeft dat zeker in huis. Goede lengte, Lucas Kruithof, lange armen. En dat helpt allemaal. En een speler die niet vies is om even naar een bal te duiken en vies werk op te knappen. Ja. Ik bedoel, hij werd hier door Ariel de stofzuiger van Leiden genoemd. Ja. En dat houden we er gewoon in natuurlijk. En dat is alleen maar liefdevol bedoeld, hè? Dat snapt iedereen natuurlijk wel. Er is niks mis met de stofzuigers. Even kijken of de jongen weer Madevski moeilijker maken. Nou, in zekere zin wel, want het is turnover van Donar. Assist of niet op Venskoes. Oeh, iets te hard, goed ingetipt. Was dat Schaftenaar of Kruithof? Ja, ik dacht Schaftenaar. Speaker geeft hem maar Kruithof. Als ik het goed versta, over dit pandemonium. Het is bijna gelijk. Leiden nu weer helemaal terug. Drietje, nee, niet van Taylor. Stapt naar binnen. Count the basket. VT, Vernon Taylor. Doet wat terug. Ik ben niet zo blij dat mensen dan gaan springen erop. Hij bouwt nog wel een handje van hem. Dan denk ik, daarna kan wel even blokken. Ja, de wedstrijd is lekker ontbrand. Tempo is omhoog gegaan. Sowieso ligt er wat meer tempo in dan afgelopen vrijdag. Toen ook best wel begrijpelijk was. Omdat het was natuurlijk in de eerste helft. Ja, nu krijgen we weer een hele dribbelsolo van Bouwknecht die de bal als enige in de aanval heeft aangeraakt. En dan zijn er nog 3,8 seconden op de shotklok. Nou, dat moeten we net wel even oppassen. Een afstandsschotje zou lekker zijn. Eens kijken of dat gaat gebeuren. Oeh, fout van Schaftenaar. Ze houden het heel kort hoor. Op zijn, op Venskoes. Olaf Schaftenaar, ik denk ook al zijn tweede. Ja, zeker. Tweede fout voor Olaf. Niet een speler die heel gauw in de foutenlast komt normaal gesproken. We staan als je voor Leiden bent, wordt gevolg gegeven op de tribunes aan de andere kant in ieder geval. Business tribune begint ook erbij te komen, ja zeker. Kijken of Leiden een drietje kan loslaten, misschien weer helemaal gelijk kan komen. Stepback of niet, oh ankle breaker! Zonde, mooie actie wel van Bouwknecht. Wel een beetje solistisch natuurlijk, valt net te kort. Oeh, daar is Taylor. Vrij moeilijke paas. Ja, dan is het moeilijk schieten. Bokhoven geeft aan het doorgaan. Er werd daar denk ik gepleit voor iets van lopen. Maar het was second meer een dribble. Soort fumble-achtige situatie. Ah, oké. Okay. Staat nu tegen de grotere Venskoes. Vernon Taylor. Nee, ook niet. Beetje dezelfde situatie als net aan de andere kant. De Jong maakt tempo. Venskoes kan het solo doen. Ja, weer afgefloten. Dit keer Zuidema die op de bon gaat. Ja, zo gaat het weer hard, Martin. En goed, het is wel een soort van consequent. Je hoort mij niet zeggen dat het geen fout was. Maar ik zei net, de tempo zit er lekker in. Maar we hebben toch ook alweer inmiddels, ik zal ze eens even vertellen. Aan de Leidse kant zie ik 7 fouten op het bord staan. En maar liefst bij Groningen zie ik er 10. Dat zijn 17 fouten in 12 minuten ongeveer. Dan ga je richting de 50 p's in een wedstrijd. En ik weet niet of dat nou helemaal nodig is. Uit de hoek is die weer. Oeh, dit keer Erbom, maar wel opgeraapt. De schotklok loopt natuurlijk door. Schaftenaar in de post. Veel contact. Maakt hem af. Knappe bal. Roeland. Schaftenaar. Ja, als je nou zegt, er wordt veel gefloten. Dan denk ik dat hier een fout had mogen komen. Ja. Nou ja, goed. Nou is wel, Schaftenaar gaat nooit heel vol het contact in als hij omhoog gaat. Was ook wel een goede keuze. Oeh, die valt bijna nog goed, maar kaatst via Kruithof richting Jong. Weer een fout van Donar. Oeh, alles wordt afgefloten. En dit is bijna wachten tot er iemand zodanig gaat protesteren dat er een technische fout wordt uitgedeeld. Madevski houdt het rustig. Maar voor hem is het zijn tweede ook. Dus zowel Schaftenaar als Madevski, als Zakis, als Mounts met 2 fouten. Ja, de Kevin Verhulst, de nieuwe assistent coach, haalt toch Stiemarts een beetje even naar de kant. Want die was wel weer redelijk van plan om te gaan ageren. Dat snap ik wel een klein beetje, Martin. Want momenteel wordt echt van alles afgefloten. En dan is het Bouwknecht die denkt, laat ik dat momentum benutten. Valt weer niet. Dit schot vind ik dan echt te snel. En we weten dat hij het kan. Bouwknecht is de hele tijd al zo snel aan het schieten. Hij is de enige die de bal heeft in de aanval. Hij heeft geschoten. Oh, Stiel van de Jong. Krijgt hem een dunk. Kan die bij de ring komen. Mooie bal, mooie bal. Goed beschermd. Ja, en een time-out. Time-out voor Donar.
Leiden op voorsprong. Ja, het is omgedraaid. Martin Leiden is helemaal terug. Het publiek is helemaal terug. Iedereen staat hier. Iedereen klapt hier. We gaan nog wat lekkere replays erbij pakken. En dit gaat het down to the wire hier vandaag in de 5 mei. Op dit zwarte scherm moet u maar even ons vergeven. Hier komt hij dan. Schaftenaar met die bal waar Martin zei. Nou, hij valt vaak een beetje terug om ruimte te maken van zijn schot. Schaftenaar, waardoor hij niet zo heel snel dan die P opraapt. Dat hoeft ook niet per se. Hier nog eens die lekkere drie punten van Lucas Kruithoff. En ja, als er geen P's zijn, dan golft het op en neer in deze pot. Wat heb je al een gevoel, Martin, en welke kant dit op zal gaan? Of, Nou ja, kijk, het is goed dat de Stiemarts een time-out neemt, want het momentum is bij Leiden. Ja. En Donar zit alweer op 3-10 fouten. We zijn net 3 minuten bezig. Dus ja, die vierde zal er ook wel komen. Leiden zit pas op 2-10 fouten. Dus ik denk dat de ploeg die het eerste de ring aanvalt, de vrije worpen wel gaat krijgen. En dat zal in eerste instantie zal dat Leiden moeten zijn, omdat Donar meer fouten heeft. Dus check, ja, check. Wat ik al zei, het momentum is bij Leiden en dat moet je gewoon wel vast zien te houden. Ik bedoel, je staat nu 1 punt voor, dat betekent overal sta je 4 achter. I hear you. Het is wel leuk dat Worthy zich weer laat gelden, moet ik zeggen. Ja, goede stiel onder andere, goede lay-up zo net natuurlijk. Ja, die assist op Kruithoff voor de 3 punter vanuit de low post. Het luchtalarm gaat ook. Volgens mij is dat mijn ploeggenoot die eigenlijk een wedstrijd heeft, maar afgezegd had voor die wedstrijd. Kijk, dat zijn nog zo'n beetje de enige geldige excuses natuurlijk. Om zelf niet te spelen, te zeggen. Moet ZZ Leiden aanmoedigen, losse bal. En ja, op de, ik denk, de zijlijn aangetipt door, was het Taylor, ja. Ja. En daardoor bal voor Leiden. Ja, toch weer een turnover voor Groningen. Niet de eerste deze wedstrijd. Leiden zet meer druk en speelt gedurfder, speelt agressiever. En neemt meer initiatief. Oeh, nu wel ingeleverd op Leon Williams. En geblokt van achteren en dan alsnog een fout. Is dat ja, 2 shots? Was dat een late call of was het een fout op de follow-up? Ik denk op de follow-up. Een beetje irritatie. Van Bokhoven gaat even zorgen dat de spelers uit elkaar blijven. Heeft hij nog wat toe te voegen? Ja, okay, ik zou wel Bouwknecht misschien wisselen. Nou, ik bedoel, hij heeft nu weer balverlies. Hij schiet te veel voor zichzelf bezig. En natuurlijk kan hij een keer Holtz komen en 5 ballen op rij ingooien. Maar nu staat hij alleen maar te passeren. Het is goed om felheid en initiatief te brengen. Bouwknecht zelf een Groninger. Hij heeft natuurlijk ook bij Dona gespeeld. Wil misschien vooral toch echt wat extra's laten zien. Wil misschien even nu iets te veel. Kalafos heeft wat last van die schouder. Waarschijnlijk samenhangen met die Pezeret. Balletje vloekt eruit zonder overtuiging geschoten. Zonder gevoel ook vooral geschoten. Overigens zou ik, als ik de coach van Donar was, wel voor de rust mag Devski er misschien weer in zetten. Deze is wel goed voor Gallipos. Nummer 18, ook later dus bij de ploeg gekomen. Tegen Ventkus. Moeilijke paas van Kruithoff. Dat is een turnover. Ja. Slim wel de fout ontweken. Goed gesloten daar door Schaftenaar. Maar dan veel ruimte voor Leon Williams. Ja, en dat was een beetje een zure turnover van Lucas Kruithoff. Kijken wat hij eruit gaat. Mag wel blijven staan. Nou, ik word nog even gecoacht buiten beeld door Jan Stolman. Ja, dat was gewoon een slechte paas op Wurdy de Jong. Waardoor Taylor erbij kwam. Wurdy was niet vrij genoeg om die bal te krijgen. Ja. En dan moet je hem gewoon vasthouden. En nu geef je toch weer het momentum weg. Want je had het momentum naar 24-23. Maar nu heb je de turnover van Bouwknecht. Weer een foutje erbij. Dan nog een turnover. Oh, komt, dan Taylor op de bon. Ook voor hem de tweede fout. Ja, op zich zijn de fouten bij Donar Martin in zoverre goed verdeeld. Dat bijna iedereen er 2 heeft. Brandwijk heeft er dan weliswaar 1. En hetzelfde geldt voor Zuidema. Maar verder is er dus Taylor met 2, Madeski met 2, Zakis met 2, Schaftenaar met 2 en Mans met 2. Ja, had erger gekund, niemand nog met 3 of meer. We Leiden niemand met 1 of meer. Niemand met meer dan 1. Dus daar is het nog beter verdeeld. Oh, goed gedraaid door en naar de ring gegaan. Heel klein dunkje van de Jong die beter speelt. Die wat effectiever speelt, wat gerichter speelt dan afgelopen vrijdag. Natuurlijk ook weer iets meer ritme gekregen.
in zo'n 5 tegen 5 wedstrijd. Felle battle tussen Williams en Bouwkracht. Leek met een klein beetje bij te zitten. Niet gefloten. Leon Williams ging neer. Dan moet je dit wel afmaken. Slechte break. Hele slechte break. Ja, dat kun je Kruithof met zijn jonge jaren niet kwalijk nemen. En weer een fout van Taylor. En dat had er wel ingemogen hoor. Die bent echt 2 koppen groter. Een Vans Koes, maar goed, hij gaat wel naar de vrije worplijn. En dat is dus de eerste in de wedstrijd met 3 pace, namelijk Vernon Taylor. Maar die fast break was natuurlijk niet goed. Ik bedoel, het is 3-1, gewoon een lay-up hebben. Nou, op een gegeven moment moet iemand dan echt naar de ring gaan. En nogmaals, ik vind niet dat je dat per se mag verwachten van Kruithof. Maar misschien had je hem dan ook niet de bal moeten geven. Maar goed, in ieder geval weer mooie kansen voor Leiden nu om voor te komen. Yes, sir. Ja, en die vlag met Donor, die staat ondertussen meteen al. Hè? Ja, daar zal nog het laatste woord niet over gezegd zijn, denk ik. Over de vele fouten. Nou ja, ik vind dat ze wel consequent fluiten. Dus... Ja, ja, zo kun je het ook zien. Ja, dat is waar. Maar het is wel, het is nog een half kwart te gaan. En met je vlag omhoog. Ja. Ja, Taylor is er uiteraard uitgehaald. En we zien nu Sander Hollanders erin, die een vreselijke wedstrijd speelde vrijdag. Zal hij vandaag ongetwijfeld beter gaan doen. Hollanders met nummer 7. Die nog geen lekker seizoen draait in het noorden. Natuurlijk een flinke stap ook. Van bal naar Donar. Ja, dat is ook een andere leefomgeving. Hè? De bal speelde zonder toe. Vertrouwen, balverlies, turnovers. Dus een hele andere situatie. Toch jammer. Ik vond Fenskus niet onaardig spelen. Nee, zeker niet. Die, maar ja, ik denk dat het ook een soort wissel voor de minuten zal zijn of zo. Maakt de conditie. Ja, wel een vermoeide indruk, Martin. Goed punt. Hier Brandwijk. Swisten. We hebben hem nog niet veel gezien deze avond. Maar, nee, maar kan wel redelijk vrij worpen schieten, vind ik. Ja, ik zat er ook naar te kijken. Ik was benieuwd hoe hij dit zou oplossen. Maar zeker. Komt niet heel veel op de vrijworplijn. Mooie bal. Ja hoor, hele mooie bal. Van Breder ook weer in bij Leiden. En Van der Elsen nu met Rudy de Jong in de ploeg. Lijkt een beetje in de doghouse te zitten van Doug Spradley. Komt niet echt aan zijn minuten van de Elzen. Ook afgelopen vrijdag eigenlijk niet. Heeft natuurlijk te maken met hoe dan nu je posities zijn bezet. Daar op de 3 met de Jong. En daar vallend. En one. Een toverbal van Roeland de Schaftenaar. Komt hij in de replay als het goed is. Hoe krijgt hij die erin, Martin? Ja. Met dubbel contra tegen effect. Ja, en tweede fout voor... Nummer 19 voor Brandwijk. Ja, de bonus is ook goed. En Leiden, Martin, en nu de grootste voorsprong in de wedstrijd. Alles is relatief. 2 punten voor. Ja, 1-3 punten achter, zullen we maar zeggen. Over 2 wedstrijden. It's a one possession serie. Hier Gallefors tegen Van Bree. Weet hem te stoppen, jazeker. Jazeker. Ja. Ja, Gallefors doet leuke dingen. Er werd veel van verwacht in Groningen. Komt er nog niet allemaal uit. Ja, dit is theater van Bouwknecht. En heeft hij geluk. Nee. Dat is wel dat een fout. Dat zou kunnen. Maar ik dacht dus dat hij hem zelf over de zijlijn dribbelde. Maar blijkbaar zat er nog wel een Gronings hand aan. Want de bal blijft wel bij Leiden. Maar het was... Nee, ik denk dat de scheidsrechter Williams hier geen fout voor wilde geven. Maar Leiden daardoor wel de bal geeft. Ja, dat is een interessante interpretatie van de regels. Maar dat zou zomaar eens kunnen. En blijkbaar is iedereen ook. Oh, goede paas. Iedereen daar tevreden mee. Weer zo'n high-low, Martin. Dat is echt in de playbook van Leiden nadrukkelijk erbij gekomen. Sinds vrijdag vooral. Hij kan dat natuurlijk sowieso al, Roeland Schaftenaar. Het spel verdelen vanaf de high post. En dat is effectief. En het is over de hele serie gezien nog maar een verschil van 1 schamel puntje. Mounts. Gestuurd en een blocking foul. Lijkt mij wel terecht. Dan lijkt het me ook zijkant. Leiden wel in de penalty. Dus het wordt toch 2 maal. Ja. Wel tot ongenoegen van het Leidse publiek. Daar gaat Madevski erin komen. Ik neem aan voor Leon Williams. Die dat nog niet door heeft. Die geeft nog even een woordje aan de mannen. En gaat nu wisselen. Denk ik. Nee, het is Hollands. Hij mag nu al meteen weer uit, Martin. Het is wel een hele korte duur geweest.
Hier Maans voor de two shots. Coach is woedend op Hollanders. Het zal wel een verdedigende actie of Virgil de Jong niet geprecisieerd hebben of zo. Misschien net met die high-low actie. Ja. Hier de slamcam voor Clay Maans. Die weer lekker aan zijn punten komt vandaag hoor. Feilloos. Ja, ik denk dat hij op de dubbele cijfer zit, want voor mij hadden we de eerste acht al. Zaki zat nog even aan de bal. Het scheidsrechter zei niet doen, ook niet aan mij geven. Die bal gewoon laten liggen. Het spel ging wel gewoon door. En beide teams gewoon weer lekker in de flow. Wat dat betreft in mijn optiek wat leuker basketbal, wat soepeler, wat fraaier dan van de week. Die bal is wel te kort van de Jong. Dat kon Van Breni bij de rebound. Zit Leiden ertussen. En ja, turnover van Donar. Leon Williams zegt hij werd nog aangeraakt. En Madefke zegt ja, dat is verspilde moeite. Hammond komt terug. Kruithof heeft weer veel minuten gemaakt. En ook zeker niet onterecht. Ook als hij een klein foutje eventueel maakt, mag hij toch aanvankelijk blijven staan. Krijgt veel vertrouwen, krijgt veel minuten. En nu Hammond hopelijk ook wel eager. Die zo goed de hele tijd de ring aanviel in het eerste kwart. Al die vrije worpen verdiende. Dus kijken wat hij kan, nu die ook weer opgefrist is. Dion Hammond met nummer 3 natuurlijk. Kan Leiden die voorsprong uitbouwen. Slechte actie, nu moet je schieten. Dat had hij wel door, Bouwknecht. Maar ja, de bal werd gefumbled en toen was eigenlijk de hoop al verloren. Niet goed de klok ook gemanaged. Maar dit is niet goed wat Bouwknecht laat zien dit kwart. Ik snap niet waarom Vervis niet terugkomt. Publiek wel vol erachter, ondanks het balverlies. Dat is uitstekend teken. En ja, het is er tegenin. Donar begon inderdaad. En dan is het keihard Leiden eroverheen, als ik het goed hoor. Tenminste, door de koptelefoon heen. Een voetje ertussen, denk ik. Nee, geen voetje. Een handje of een beentje. En Modeski gaat even aangeven wat er gespeeld moet worden bij die out of bounds. Vrij kleine team zo. Met Anne Williams erin en Modeski. Een turnover uit out of bounds. Ook niet best. En dan een fout of een T. Ja, bij Van Bokhoven moet je heel erg opletten, beste Stiemarts. Push. En dan gaat Bokhoven nog heel even wachten. Oké. Hey, toch een T of niet? Zag ik daar één vingertje omhoog gaan? Dat is een waarschuwing. Hey, het was een waarschuwing van Bokhoven, denk ik. In ieder geval... Dat denk ik. We krijgen wel vrij woorden van met rebound. Ja, het is gewoon two shots, want dan natuurlijk in de penalty. Groningen liet die er twee liggen. Maar gaat er hier voorlopig niet gebeuren. Ja, het 1 uit 4 inderdaad. Eerst 0 uit 2, toen nog een keer 1 uit 2. Maar ja, dit is zijn eigen thuishaven. Hè? En daar gooien ze erin. Hij heeft hier wel eens vaker gespeeld. Ja, precies. Een paar wedstrijdjes. Ja, 530 bijna. Nou ja, laten we zeggen de helft thuis. Hey Martin, Leiden weer op plus 4 voor de tweede keer. En ja, het is wel weer een bekerkraker aan het worden hoor. Iets hogere score dan rond deze tijd afgelopen vrijdag. Er zat de Jong nog half tussen. Ja, komt daar weg zonder P. 3 seconden. Oh, dat is jammer. Of dacht jij dat het Sakis was? Ik vond het screen nou niet echt stilstaan en meer met de elleboog. Maar... De Jong zet heel veel druk op Donar door zo ver van de basket ook te verdedigen. Dit keer ten koste van een fout zijn tweede. Jawel, Madewski gaat proberen dat af te straffen. Lukt voorlopig. We zien bij Leiden inmiddels toch ook weer twee man met meer dan 1 P. 2 P's voor Kruithof, voor De Jong en voor Ventskus. Rudderfort ook bijna niet meer teruggezien. Of eigenlijk helemaal niet meer teruggezien volgens mij, Martin, na het eerste kwart. Maar ja, het loopt ook beter natuurlijk bij Leiden met Schaftenaar erin. En we zagen vrijdag nog vooral als Sakis dan speelde. Toch dat eigenlijk Rudderfort vrij snel weer terugkwam. Kijken hoe lang Schaftenaar blijft staan tegen Ronalds Zakis. Oh, goeie paas. Goed gesneden. Jammer. Ja, nou, niet jammer. Wel gewoon afgemaakt. Ja. Nou, ik dacht even dat hij te lang ging wachten. Maar Schaftenaar wilde een end-one. Krijgt hij niet. Maar staat weer heel efficiënt te spelen. Slim te spelen. Neemt de goede schoten. De hoge percentage schoten. Madewski. It's a battle. Oh, weer contact met De Jong. En dan, ja, dit duurt te lang. Oh, Madewski, dan De Jong heel goed uit. Of zit daar nog een... Oh, hij komt er langs. En hij maakt hem.
Hij maakt hem. Ja. Donar heeft geen time-outs meer, Martin. Momentum is bij Leiden en Leiden is virtueel door naar de finale van de beker. Onder impuls toch zeker verdedigend van de jongen. Daar komt Kalfors langs naar Sakic. Goed gespeeld, big to big. Ja, daar had er iemand ertussen moeten staan. Bijvoorbeeld Bouwknecht die daar nog stond. Ik was natuurlijk kritisch over Bouwknecht, over zijn balbezit. Ik vind wel dat hij sterk staat te verdedigen. Is ook wat waard. Martin, hier komt hij er langs. Kan hij bij de ring komen? Moeilijke bal. Ah, goed de fout. Oh, werd het zacht gefloten. De spelers hoorden het bijna niet. Maar goed gedaan. Contact getrokken. En een technische fout. Ja, daar was het natuurlijk wachten op. En dit leek mij ook echt een fout van Stimac. Stimac, even kijken. Hier even naar hem toe lopen. Wat gebeurt er allemaal buiten uw beeld? Of in uw beeld? Gaat hij inbinden? Of gaat hij solliciteren naar een tweede tijd? Hij is verstandig. Nee, hij houdt zich in. Dat doet hij goed. Ja, wil een signaal afgeven. Maar dat kost hem waarschijnlijk wel een punt. Ik snap niet helemaal waarom Bouwknecht die vrije worp gaat nemen voor nou, de T. Omdat Bouwknecht de fout werd op Bouwknecht gemaakt. Maar de technische fout. En hij is ook de beste vrije worpschutter die we hebben in principe. Hij zit, gooit hem er wel in. Ja, maar hij schiet het niet zo in de wedstrijd. Maar nou, alhoewel. In de beker is hij tot nu toe 11 uit 12. Ja, en jij, Martin, jij krijgt gewoon weer gelijk en terecht. Dat was de bonus. Oranje boven wordt er gezongen. Ik neem aan vanuit het Groningse vak. Stiemann is al een paar keer geprotesteerd. Maar die laatste call leek mij toch echt wel een terechte. En dit is de eerste van de twee dan. Voor die fout die dus zo net gemaakt werd op Bouwknecht die uitstekend naar de ring ging. Hier een aantal van de blauwe brigade, de hardcore fans met de grote drum. 3-3 in deze fase voor Bouwknecht en Leiden Martin. Plus 2 overall. Het grootste verschil in het voordeel van Leiden in de wedstrijd. Ook Donar heeft een puntje of 7 voor gestaan. Ja, die hebben natuurlijk die buffer van 5. Kan ja. Williams doen met 5 seconden te gaan. Kan hij bij de ring komen? Duurt lang. Te laat of niet? Op tijd geschoten. Ja, goed de ringen geraakt nog. Maar wel de rebound voor zorg en zekerheid Leiden. Leiden kan maar beter veel tijd nemen, denk ik. Dan is er straks nog een seconde of 8 over voor Donar. En Leiden heeft nog wel een time-out als ze daar iets mee zouden kunnen. Brice is goed! Dag eraf. Nog 13 seconden voor Donar. Nog veel tijd voor Donar. Beide teams in de penalty. Een prachtige driepunter van Luc van Bree. Leiden overal plus 5. En dan begint het serieus te worden. Dan hebben ze toch een uitstekend tweede kwart gespeeld. En mede dankzij de verdediging van Wurde Jong. Oeh, at the buzzer. Die fout. De jongen was jammer. Was niet nodig geweest deze reach-in. Het was goed opgevangen, maar te eager. Dit was niet nodig. Echt heel zonde. Call was echt nog net voor de buzzer. Dat betekent toch nog 2 shots voor Donar. De jongen had hem kunnen laten gaan, Martin. Ze gaan even overleggen. Ja, ze kunnen overleggen. Ik ben er redelijk zeker van. Er is geen replay in dit bekertoernooi. Dus daar kunnen ze niks mee. En ik zet even die knipperende scorebalk vooruit. Maar het is dus plus 10 voor Leiden. En overleg ook met Sanne Fase. High five. Ik denk 0,9 seconden op de klok. Daar ging het over. Ja, hoeveel er nog op de klok was. Oké. Het is binnen de tijd. Dat is geen twijfel. Hij moet er zo direct nog wel even een rebound erbij, graag. Want hij staat op nu 0,1, Martin. Of is het ook 0,1? Jij zei 0,9. Nou, met 1 tiende van een seconde kun je helemaal niks meer. Nee. Ze zijn nu weer aan het aanpassen. Maar hebben de scheidsrechters dat door? Dit is rommelig weer. Volgens mij is de tafel het nog aan het aanpassen. Nou, ben benieuwd. Misschien is het allemaal academisch en is de tijd gewoon om. Goed, de tijd is gewoon om. En dan was het 1 puntje. Niet helemaal afgestraft dus. Door Donar. Want ze hadden natuurlijk 2 vrije worpen. Leiden overal plus 4. Martin, wat is je het meest opgevallen in het tweede kwart? Nou, dat Donar een beetje de controle over de wedstrijd vrij snel kwijtraakte. Dat er vanaf de kant ook eigenlijk geen controle is. Omdat de coach heel erg bezig is met de arbitrage, maar ook met zijn eigen spelers. Heel snel wisselen als iemand wat fout doet. En dat zelfvertrouwen van de Hollanders zal vanavond niet meer, van deze wedstrijd niet meer terugkomen. Ja, dan wordt het toch lastig. En veel fouten voor Donar. Dus ja, dat maakt het op een gegeven moment toch wat lastiger voor de Groningse ploeg. Zeker. Dus, 3 fouten voor Rudy de Jong. 3 fouten ook voor Maarten niet voor Maarten Bouwknecht, maar voor die even afgeleid. 3 fouten voor Vernon Taylor en 3 fouten voor Zakis. Ja. En zij zijn het meest in de problemen. Wij gaan naar ons pauzeprogramma.
Wij zijn Zorg en Zekerheid. Al bijna 200 jaar zijn wij de regionale zorgverzekeraar. En doordat we jouw buurt zo goed kennen, krijgen we meer voor jou gedaan. Zoals succesvolle wachtlijstbemiddeling, waardoor je gemiddeld 2 maanden eerder terecht kunt bij een specialist. Of meer bewegingsvrijheid en sneller weer op de been via een app waarmee je werkt aan je herstel. En het zorgprogramma Orthopedie, waarin huisartsen, apothekers en fysiotherapeuten uit jouw buurt samenwerken voor betere zorg. Ook maken we met ziekenhuizen in jouw regio afspraken, zodat er ruimte is voor innovatie.
Ja, dames en heren, over 3,5 minuut gaat de tweede helft beginnen van deze, laten we zeggen, bijzondere wedstrijd tussen Zorg en Zekerheid Leiden en Donar. Groningse fans klagen in ieder geval over de vele fouten en over Van Bochhoven, al gaf hij die technische fout niet. Ik heb in ieder geval wel de scores, zal maar zeggen. Topscorer bij Leiden, dat is niet voor de eerste keer in zijn leven. Burfie de Jong met 12 punten. En gevolgd door Dian Hemmen met 9. Maarten Bouwknecht en Lucas Kruithof met 5. 4 punten zijn er voor Erikas Wenskes. 7 punten voor Roland Schaftenaar, ook niet te vergeten. En 3 punten van Luc van Bree, die verre 3 punten vlak voor rust. Aan Groningse zijde, Clay Mounts, ook 12 punten. Die vindt het toch wel lekker spelen tegen Leiden, denk ik. Magdevski, 9 punten. Dan gaan we al meteen zakken naar Willem Brandwijk met 4. 3 punten zijn er voor Leon Williams, voor Victor Gadefors en voor Ronald Zakis. En 2 punten voor Vernon Taylor en dan heb je het daarmee wel gehad. Een foutenlast, Taylor 3 persoonlijke fouten, Zakis 3 persoonlijke fouten en bij Leiden Wurtje de Jong 3 persoonlijke fouten. Rebounds Leiden 13, 11 verdedigend, 2 aanvallend. Groningen 16, 14, 12 verdedigend, 4 aanvallend. Leiden 5 turnovers en 8 steals. Groningen 12 turnovers en 3 steals. De schotpercentage Leiden 51,9%, Groningen 45,8%. De 3 punten zijn voor beide ploegen weer een drama. Donar 2 uit 9 en Leiden 2 uit 11. De vrije worpen daarentegen was vrijdag niet best bij beide partijen. Dat is nu een stuk beter. Leiden 15 uit 16 en Donar 12 uit 16. Nou, nog 1,5 minuut. Leiden gaat in ieder geval beginnen met de bal, als ik het goed heb onthouden. Dat zijn de Sproema wonnen bij het begin van de wedstrijd. Donar bal uit in het kwart 2, dus Leiden 3. Tenzij er nog een sprongbal situatie is geweest, maar dat heb ik me niet, kan me niet herinneren. En in Zwolle staat het op dit moment 50-53 voor 0-0 Feyenoord. En dat is nog 45 seconden tot aan het eind van het derde kwart. Rotterdam moet met 16 punten verschil winnen om de finale te halen. Dus dat is nog wel een zware opgave, zullen we zeggen. Dus we gaan kijken wat de wedstrijd nog brengt. Er wordt inderdaad wel voor veel fouten gefloten. Maar ja, dat zijn er 27 in het veld. En natuurlijk een technische voor de coach van Donar. Dat maakt het. Dat is hoe het nu is. Dus ondertussen zie ik dat Feyenoord nog wat vrijworpen neemt. En inmiddels 5 punten voor staat. Dus daar kan het ook nog gaan verkeren, zullen we zeggen. Zo, Martin Bredero. Gaat een mooie appeltreuze worden. Leiden en met die plus 9, oftewel die plus 4. Is er nog lang niet. Martin noemde het al, het enorme aantal wedstrijden in die 17 jaar Zorg en Zekerheid Leiden. Die er hebben plaatsgevonden tussen Leiden en Donar. Daar mag deze toch ook wel, ik wil niet zeggen dat hij in de top 3 zal staan nu acuut. Maar kan nog komen, maar waarschijnlijk op nummer 1 die wedstrijd natuurlijk in 2011, die Game 7, die triple overtime. Maar er zijn heel wat bekerseries, playoff series en denk ook maar aan die B-Next finale van afgelopen jaar geweest. Waarin oftewel de Leidse, oftewel de Groningse harten werden gebroken. En dan is het toch de volgende keer weer scherven bij elkaar en op naar de volgende battle. Hier meteen een fout en dat was in de aanval. En we gaan door met de fouten binnen de 10 seconden een B. En ja, ik had het over, we gaan richting de 50. Ik ga ze zo eens voor u optellen van de eerste helft. 27 plus 1 T. Nou, ik bedoel maar, Martin, dan gaan we boven de 50 uitkomen. En de vraag is even of dat in 40 minuten nou echt allemaal nodig is. Maar gelukkig daartussendoor wel heel veel lekker basketbal gezien. Een wedstrijd die toch wat meer loskomt dan wat ik al eerder zei van de week hier. Hollanders, over het vertrouwen heeft Martin al gesproken. Is ja. Een prachtige schutter, deze valt even niet. Ja, die denkt natuurlijk meteen, ik wil me toch een beetje lekker in die wedstrijd manifesteren. Wel opmerkelijk dat hij nu die tweede helft start trouwens. Startte de eerste helft toch niet, als ik mijn geheugen mij niet bedriegt. Missertje van Leiden. Ja, start er wel. Man down, daar start er wel, oké. Okay. Dat was Rutherford, die
Nog niet al te gelukkig is vanavond, nu ook de achteraan kwam. Maar in ieder geval geen score voor Dona, wel balbezit. Iedereen weer eventjes aan beide kanten blijkbaar scherp stellen dat de wedstrijd weer begonnen is. Een rommelige eerste minuut. Hollanders weer naar Maans, die zo goed begon. Hammett op zich mismatch. Hammett is wel echt een stukje kleiner. Gaat het proberen met flikt die bovenbenen erin te zetten. Dat lukt voorlopig. 4 seconden nog. Moet geschoten worden. Is te kort. Goede rebound van Hollanders tegen Van der Elzen, die onzichtbare avond heeft tot nu toe. En nu in de helpside staat. Een beetje gedwongen schot. Oeh, daar kan Brandwijk zomaar tippen over Rutherford heen. Dat mag nooit gebeuren. Brandwijk, je moet hem echt gewoon wegzetten. Nou is Brandwijk wel zo'n springt weer en die gaat overal wel tussen. Maar goed, in ieder geval hier Ververs. Pick niet gebruikt van Rutherford. Met moeite. Nog 10 seconden. Nu we over Brandwijk heen. Ook niet de allerlekkerste beslissing als je nog niet in de wedstrijd zit. Maar dat doet Groningen natuurlijk dan ook prima. Goed stand gehouden door Willem Brandwijk tegen toch een guard. Ja, nu komt hij zelf vrij. En ja, dat was een fout voordat hij denk ik omhoog ging. Brandwijk verdient een P. Die gaat er op de bon bij Leiden. Dat is nummer 9. Van der Elzen met zijn tweede persoonlijke fout. Ja, Van der Elzen natuurlijk onzichtbaar. Met 4,5 minuten kan je ook niet veel betekenen. Dat is waar. Is er meteen uitgehaald, net als Rutherford in de eerste helft. Zijn niet meer teruggekomen. Ja, het zijn van die do-or-die wedstrijden, dus dan moet je als coach soms net wat scherpere beslissingen nemen. En is hij weer, Willem Brandwijk is nu te kort. Veel te kort zelfs. Leiden nog steeds wel aan de goede kant van de score. Maar het begin is wel enigszins voor Donar. En van de tweede helft dan, van de eerste helft natuurlijk ook. Ja, Ververs komt er niet goed uit. Van der Elzen, goed uitgestapt daar door Brandwijk. Dan een schotje van, jammer, dat is wel zijn balletje, zo'n baseline jumper. Goed levend gehouden door Rutherford. Veel contact. Daar legt Van Breij het af. Zegt, neem mijn man even over. Dat snap ik dan niet. Het was blijkbaar netjes verticaal verdedigd. Maar er was toch wel zoveel contact dat in de wedstrijd was. Ja, oh. Geen flopping, in de zin van geen technische fout. Maar was het buiten de no-charge zone. Moet gedweild worden, terecht aangegeven door de scheidsrechter. Ik had ook het idee. Het was misschien wat dramatisch gevallen, maar inderdaad, Van Bokhoven die geeft een waarschuwing aan de coach. Die zegt, dit was flopping, als dit nog een keer gebeurt, is dat een T? Ja. Ik weet niet of het flopping echt helemaal was. Ja, ik... Maar ja, als we dat dan ook nog eens bij gaan nemen. Eerst alles affluiten en dan nu juist zeggen, dit was niks en dat was niks. Ja, dan wordt het voor de spelers ook verwarrend. 2 keer met Van Breij in een hoofdrol. Eerst in de aanval en zojuist in de verdediging. Ja, met Eskie zit echt vol op Ververs die er niet langs komt. 5 seconden nog. Hammond, moeilijke bal. Wel de ringen geraakt, maar daar komt Rutherford op geen enkele manier bij die rebound dankzij Brandwijk. Wat ik zei, het begin is voor Groningen. Die hebben wat van die 9 punten afgesnoept. Het zijn er nog 6. En ja, weer afgefloten. En ja, nu snapt Van Breij natuurlijk helemaal niet meer. Ja, Martin, dit gaat wel op deze manier. Dat is voor Van Breij de derde. Dit gaat een hele lange avond worden. En het zal me verbazen als er niemand met 5 punten naar de strafbank raadt. 5 fouten. Ik ben al zo dat ik nou al zeg van deze formatie die er nu in staat, daar gaan we het niet mee redden. Ik bedoel, te weinig dreiging. Aanvallend, hè? Ja. Aanvallend, het is ook weer een moeilijke matchup hoor, voor Hammond. Die eerder Mouts wel moest stoppen, maar nu niet. En dat is begrijpelijk. En je kan natuurlijk zeggen, die andere spelers die moeten toch ook een beetje rust hebben. Dus ook de mindere formatie, om ze dan toch maar even voor vanavond zo te noemen, moet ook aan de bak. Oeh, moeilijk. Hammond gaat het weer doen, maar krappe bal zeg. Moeilijke bal over Brandwijk heen. Maar ja, dat kon Leiden wel even goed gebruiken. Het punt is dat Ververs zijn ploeg niet in de aanval weet te krijgen. Klopt. En dan krijgen we toch dat hele vele gedribbel. Dit is ook moeilijk voor Van Elzen tegen Kallefors, maar ook hij houdt stand. Net zoals we dat ze net zagen bij Hammond. So far so good. Groot gevecht daar. Zat Rutherford er goed tussen. Een judo gevecht was dat. Met Brandwijk dan naar de ring gegaan door Ververs. Antoine! Het boven verkeren, zei Martin al. En dit is net wat Ververs nodig had. Ja. Het
is ook de derde fout volgens mij van Brandwijk. Derde fout van Brandwijk, zei ik net. Ja, check. Lekkere bal van de captain van Leiden. En ja, Martin, zo kan het toch weer op die 9 komen waarmee we ook de rust in gingen. En dan is het voorlopig hersteld. Die mag gewoon in. Dan pakt hij zijn eigen rebound. Dit zie je zelden, zelden, zelden. Scoren uit je eigen rebound in een profwedstrijd op een vrije worp. Dat zijn 4 punten voor Vervoors, Martin. De grootste voorsprong van Leiden in de tijd, denk ik. Voor de grootste voorsprong van Leiden. In de wedstrijd. Volgens mij was het voor rust ook al even 10. Maar het doet er niet zo heel veel toe. Hier in Mounts met Van der Elzen. Ja, dat is een fout. Ja, 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 dat was inderdaad 45-35. Is Van der Elzen, is dat zijn vierde al? Of is dat zijn derde? Zijn derde, denk ik, hè? Ja. Ja. Derde fout voor de nummer 9 van Leiden. Stan Van der Elzen. Ik ken nog iemand die zijn laatste vrije worp miste. En de eigen rebound had. Ja, werd Leiden kampioen. Dat was inderdaad meneer M. McGee. En weer een fout en weer een bonus. Ja, Leiden staat te pitten bij die inbounds. Van Bree die bij iedere fout die hij maakte onbegrip toont. Dat begrijpen wij dan weer wat minder. En dat is voor Van Bree zijn vierde al. Ja, en Leiden Martin zit nu al in de penalty in 4 minuten tijd. Ja. Wat voor wedstrijd gaat dit worden? Het zal een wedstrijd zijn van een lange adem, maar ook op een gegeven moment wie de meeste bodies op de bank heeft zitten. Van Breder uit, kijkt nog even. Oh, nou ja, houdt het neutraal. Dat wordt zijn bonus voor Gallefors. Maar het is natuurlijk gewoon een out-of-bounds baseline. Je komt gewoon met een, je geeft gewoon 3 punten weg. Ja, het zijn er 3 die Leiden inderdaad moet toegeven. Dan denk ik, wie verdedigt degene die de bal inneemt? Die paas moet je er altijd als eerste uithalen. Hammond met een snel schot. Ja, Ventskoes, ik denk voor Leiden. Ja. Ventskoes die erin gekomen is voor Van Bree, dat is natuurlijk niet heel verkeerd. Ja. Spradley moet misschien toch ook denken, ja, de jongen dat ging allemaal hartstikke goed en die oude schaft ernaar. Maar ja, die moeten toch nog eerst even die rust pakken. Het is een marathon, zo'n BK2-luik, 2 wedstrijden in minder dan 48 uur. Dus ja, laat ik het dan op deze manier doen. Er valt misschien ook wat voor te zeggen. Leiden natuurlijk nog steeds wel aan de goede kant van de score. Maar het is op hangen en wurgen. Ja, Word heeft natuurlijk 3 fouten. Hè? Dus dan zou ik hem ook nog niet inzetten. Ook dat. Van Bree dus de eerste in deze wedstrijd met 4. En bij Dona moeten dus vooral Taylor oppassen. Brandwijk en Zakis. Die hebben er allemaal 3. Van Bree maakt dus 3 fouten, hè, in de tweede helft. Ja, in een minuutje of 4 hier Ventskoes. Van der Nelsen. 2 seconden, moet geschoten worden. Ventskoes heeft het door dankzij het publiek. Erbel. Ja, Van der Nelsen creëerde helemaal niks. En zadelde Ventskoes een beetje met het probleem op. En kijk, ook Donar zal besproken hebben, Martin, in de rust natuurlijk ook het beleid van de scheidsrechters, wat je misschien ook wel consequent kan noemen. En die hebben ook gezegd van, wij kregen al die pace tegen in het tweede kwart. Wij gaan er vol bovenop en let maar op, Leiden gaat alle pace krijgen in het derde kwart. En wat zie je, Martin? Leiden 5 pace, Donar 1. En ik wil niet zeggen dat dat onterecht is, daar gaat het helemaal niet om, maar Donar die buit dat gewoon heel goed uit. En had je bijna de klok op gelijk kunnen zetten als je keek naar die enorme foute kerstboom in het tweede kwart voor Donar. En nu doemt dat op bij Leiden. Sterker nog, zij hebben toch iets meer problemen omdat Van Bree eigenlijk voorlopig unplayable is. En dat is bij Donar zijn de fouten net iets beter verdeeld. Niet veel. Hoe dan ook, Leiden nog steeds aan de goede kant. Mooie bal van Hammond, zeg. Jammer, jammer. Ja, ook wel moeilijk hoor. Hoge jumper, maar ja, het is meteen geschoten. En het is wel een beetje zijn game, die midrange ook de hele tijd. Maar niet naar de ring gegaan, niet voor de 3 punten gegaan. En ook geen rebound. En deze ziet er goed uit. Nee, helemaal niet goed. De ring er wel overheen. Wordt er helemaal over de ring, en Gadefox. Nee, Van der Nelsen. Kan hij een drive maken? Nee, wordt meteen goed het midden dicht gehouden. Weer Hammond. Gaat hij pasen? Ja, neemt weer die jumper. Ja, nu wel. En hij schreeuwt het uit. Daar had fout gefloten moeten worden. Voordat hij ging schieten. Ik bedoel, in de eerste helft floten ze dat allemaal wel af. Geef mij dan maar die 2 punten, Martin. Ja, nee, ben ik met je eens. Nou, ik snap wat je bedoelt. Hier is het Mounts. Die goed bewaakt wordt na die fantastische start. Oh, dribbelde denk ik op zijn eigen voet. Balletje blijft bij Donar. Madevski.
Lekker paasje. Goed kick-out. Eindelijk is wat ruimte gevonden. Valt niet voor Mount. Rebound is voor Donar of niet. Oh, ja. 13 seconden nog. Ja. Nou, goed gevochten de Donar. Een beetje een soort volleybalwedstrijd. Ja, dat doet Rutherford goed. Die Kalfors die komt ook geen millimeter omhoog hoor. Valt me ook niet helemaal mee. Van Svenskes. Hij husselt wel goed. Kalfors is wel een werker. Maar al te soepel, al te gepolijst is niet. Vrije bal voor Hammond. Valt er net uit. Jammer. Maar dan moet hij niet doen. Daar gegokte ververs. Helemaal niet nodig. Dan moet daar Rutherford het oplossen. Dat doet hij. Weet eventjes dicht te houden. Dan ververs. Onnodige fout. Totaal onnodig. Je weet hoe ze fluiten. Het is 9 meter van de basket als het er geen 10 zijn. Zonde. Ja, het zijn meteen weer twee vrije worpen die ik cadeau geef. Totaal onnodig. Deze decision making die snap ik niet. De jong gaat erin komen. Hammond er even uit. Ververs, 7e jaar in de Eredivisie. Zoveel ervaring en dan zo'n domme fout. Ja, er is niks aan de hand. Ja. Heer Madewski gaat dat proberen af te straffen. Maar ja, we zitten nog steeds op dat verschil van de rust. 9 punten. Je ziet daar bij Donar de vlaggen van de fans van Donar. Die hebben eigenlijk vlaggen van allerlei spelers die bij hun team betrokken zijn. Hebben zij meegenomen. Vind ik wel een heel leuk gebaar. Voor Stimac een Kroatische vlag onder andere. En Zakis is ook een Kroaat. Heb ik dat goed onthouden, Martin? Komen we op terug, maar leuk dat ze alle nationaliteiten zo laten spreken. Daar is Ververs er lekker langs. Houdt hij de bal alleen te lang vast? Wordt hij gestript of niet? Middenlijnprobleem. Dat gaat net goed. Goed ingestapt door de Rutherford. Er zat Taylor bijna tussen. 7 seconden nog. Er is nog tijd. Bryant ten back. Staat een voetje tussen. Wil hij ook zelf kunnen gaan? Dat ging bal blijft wel bij Leiden. Schotklok gereset omdat het voetbal was. Dat was bijna een mokerdunk geweest van Tommy Rutherford. Publiek er goed achter. Shoot, shoot wordt er geroepen. Lijkt me helemaal niet aan de orde, want het was gewoon een voetbal. Weggetikt, dat ging ook allemaal net goed. De bal blijft nog steeds bij Leiden. Ja, Martin, dit gaat een zenuwenwedstrijd blijven. Ondertussen vliegt dat derde kwart wel aardig voorbij. Nog maar minder dan 3 minuten. Hier zien we Zakis terug. Een goede beurt was dit voor Brandwijk. Zakis, ook de jongste niet meer, heeft even kunnen uitrusten. En eens kijken wat Rutherford nog in de tank heeft om het terug te beuken. Het zal nodig zijn. Snel geschoten door Van der Elzen. Nee, iets te hard. Moes van Sokblok. Niet een super slecht schot. Maar wel mis. Nee, maar die kan je er gewoon ook uit de wedstrijd halen. Taylor, die we weinig gezien hebben vanavond. Speelt ook met 3 fouten. Natuurlijk zaak om dat soort spelers als het enigszins mee zit. Ja, op snelheid, geen helpside. Ja, en Franskoes en Rutherford konden dat niet belopen tegen Madewski. 0-0. 0-0, zou Frits van Turenhout hebben gesproken. Oh, goede baas. Oh, Ververs, waarom ga je niet zelf? Je was er. Wissel die gozer. Sorry, maar Ververs schuift ook het probleem af, Martin. Waarom gaat Ververs niet gewoon voor de lay-up? Dus het was wel een challenge en Spratly is woest. Pakken echt erin. Ja, maar ja, je moet gewoon altijd de bal verwachten. Ook op paas verven ze niet. Ik bedoel, ieder balbezit kan nu gewoon fataal zijn eigenlijk. Ververs heeft Van der Elzen heeft een aantal prima wedstrijden gehad voor Leiden. Maar ja, Martin, het is ook een stap. We hadden het over Hollanders. Je gaat van bal naar Donar en je gaat van Den Helder naar Leiden. Het zijn echt stappen. En je moet winnen en je wil winnen. Het publiek dat je wil dat je wint. En dan zitten 2000 man of in Groningen nog veel meer. En dat is toch anders. Hier drietje hoge bogen. Niet goed voor Mounts die ook niet meer heeft. Olaf Schaftenaar die weinig minuten krijgt. Staat nu wel in het veld. Toch international hè. Wordt weinig benut bij Donar. Misschien is het er even de wedstrijd ook niet naar. Hier de Jong. Verdribbelt zich. Gaat net goed. Via Taylor over de zijlijn. Dus billen knijpen. En Martin zei het al, het is weer 0-0. Leiden had een kussentje van 10, of eigenlijk 5, maar daar is niks meer van over. Zoeken. Oh, zomaar weggegooid. Ververs heeft zoiets van, wat doe ik dan? Dat lukt niet, maar hij komt er totaal niet langs.
Nou, dus lopen. Of werd de bal nog aangeraakt door de verdediger. Leiden kan er lekker uit. De jongen op het vinkertouw. Ja, oké. Geen echte goede angles. Geen goede paashoeken. Hij heeft ingehouden. Misschien niet onverstandig. Hier Ververs. Veel contact weer met heel veel moeite. Krijgt hem wel bij Rutherford. Die moet dan even goed vallen. Niks van, het had kunnen vallen. Maar het is allemaal moeizaam aan beide kanten natuurlijk. Martin Lage scoren dit kwart. Begonnen met heel veel pace. Leiden is daar natuurlijk ook van geschrokken. En Dona kan er ook niet helemaal overheen. Maar kunnen ze? Nee, een wijze pudding van Leon Williams. Die raakt totaal de ring niet. En het is een heavyweight bout. Ze hangen allebei nu wel in de touwen, Martin. En we moeten nog 11 minuten. Ververs eruit. Hemmert erin. Ik zit te wachten tot Schaftenaar erin komt eigenlijk. Het zal in het laatste kwart zijn, neem ik aan. Het zal misschien ook een beetje van de matchup afhangen. En hier goed bij de ring gekomen. Spierballen. Even flexen. Sweet Caroline. En een score van Maarten Bouwknecht. Aangevraagd door het publiek dit nummer. Ja. Sweet Caroline. Doet het altijd goed in de 5 mei al. Schaftenaar vindt ook geen ruimte. Leiden krijgt nog een keertje de bal terug. Donar wil natuurlijk scoren maken. Afgefloten. Fout voor Leiden, neem ik aan. Is het Franskoes of is het Hammond? Het is two shots dan. En Zakis krijgt een waarschuwing. Zakis krijgt een waarschuwing. Waarvoor weet ik niet. Dat hij niet moet doorbeuken als er al gefloten is. Of iets in die trant. De fout was voor Leidse Ventskoes. Hij op 3 pace. Ja, ik vind wel dat we... Dat is eigenlijk al een paar jaar. Is dat een beetje een tendens om fouten te fluiten op weak side. Dat is soms moeilijk te zien voor ons of dat dan werkelijk een fout is, wat er nou gebeurd is. Fouten aan de bal zijn natuurlijk makkelijker te herkennen. Hollanders terug erin. Ja, Zuidema ook. Ja, laten we zeggen, ik weet niet of dit de verdedigende line-up is van Donar. Of misschien mannen die nog wel een eventuele foutje kunnen permitteren. Ik weet niet of dat het idee is. Ik snap niet helemaal waarom bijvoorbeeld Hollanders terugkomt. Maar Zaki is ondertussen met een raken vrijworp. Deze ziet er goed uit. Is te kort en dan levend gehouden door Olaf Schaftenaar tegen Rutherford. En dit is duur. Daar zit nog 1 seconde tussen de 2 klokken. Als Donar dit slim doet, kunnen ze Leiden heel veel pijn doen. Om het een drietje te maken of nog een keer een fout te trekken. Oh, lopen. Op zijlijn heel ongelukkig hoor. Sander Hollanders. Hij kan bijna niks goed doen in deze serie. En stap nu buiten het veld. Ja, kan een keer gebeuren, maar ingeleverd. Leiden ook niet heel makkelijk. Ze moeten nog helemaal naar de overkant. De Jong moet tempo maken. Heeft hij dat wel door? Donar heeft fouls to give. Waarom maak je geen fout? Ja, dit ook niet al te geweldig. Bouwknecht had die bal willen hebben. Nou ja, daarom maakte Donar geen fout, omdat het niet nodig was. Martin, het is een zwaargewichtig gevecht. Ja, de wenkbrauwen zijn opengeslagen, de leverstoten zijn uitgedeeld. We gaan nog een heel kwart. Wat is je het meest opgevallen dit kwart? Dat Leiden geen goede aanvallen speelt. Oké, dan gaan wij nu naar onze sponsor. Ja, terug hier met Martin Hoekstra en de rest van de crew in de 5 mei al. Martin, je zei Leiden komt niet tot goede aanvallen. Kun je dat nog wat verder duiden? Nou, in de eerste helft kwamen die ballen ook gewoon wel inside met snijdende spelers.
Er werd meer gespeeld met een high post die wat hoger speelde. Waardoor er geen low post was, waardoor je daar over de baseline kon snijden met screens. Dat hebben we niet gezien in deze, in dit kwart. Ja. En ja, in het begin toen Ververs erin stond, was er gewoon te veel. Ja, de bal was te veel bij spelers, maar niet gericht naar de basket toe. Ja. Dus ja, dan krijg je dus noodschoten. En ja, dat is gewoon zonde natuurlijk. Ah, en dan leidt dat hij vrij snel in fouten last. Dus dan moeten ze wel even zien dat vermijden. Donor had bijna geen pace in dat kwart. Dat is ook wel bijzonder altijd. De eerste helft maak je er veel, de tweede helft weinig. Ja, speel je dan met de handrem erop? Ik moet er, dat geloof ik niet. Maar we zullen het wel zien. Donor die van bal uit krijgt de eerste kans om ja, weer binnen de 5 punten te komen. Ja, en ik denk dat het wel zo'n beetje het hele kwart zo zal gaan, Martin. Ja, wat Donar goed heeft gedaan in dat derde kwart. Oh, daar zit de Bouwknecht toch bijna tussen, zeg. Die inbouw van Zuidema, moeizaam. Loopt uiteindelijk goed af. Maar wat Donar goed heeft gedaan, ze zijn niet heel veel verder in de foutenlast gekomen in dat derde kwart. Leiden dan juist weer wel wat. De Jong in de post tegen diezelfde Zuidema weer afgefloten. Leek maar een beetje shuffling in speed van Zuidema. De Jong op de bon, vierde fout voor hem. En ja, eerste klap is een daalder waard, dus voor Donar en Zuidema die dit seizoen lekker wat speeltijd krijgt. Ja, het is altijd wel goed dat de jonge spelers ook mogen spelen. Ik bedoel, Zuidema heeft zich dit jaar toch wel, dit jaar en vorig jaar ook wel aardig laten zien. Dus ik vind het wel terecht dat hij zijn minuten krijgt. Gooit zijn vrije worpje erin. Ja, bij Leiden zagen we natuurlijk een prima beurt in ieder geval in dat tweede kwart voor Lucas Kruithof met 5 punten. En, enigszins dezelfde categorie zou je kunnen zeggen. 2-2, netjes voor Zuidema. En nu weer Donar aan de goede kant. En Martin zei het al, wat heeft Leiden nog achter de hand? Nou ja, Roland Schaftenaar is er in ieder geval ingekomen. Je zou kunnen zeggen zo dat dit even aanvallend wel zo'n beetje de beste line-up van Leiden is. Iedereen zit aanvallend van die 5 man die wel redelijk in de wedstrijd. Knap gedaan van de jongen, komt niet bij de ring. En Stielten, ja, Stielten van achteren, fantastisch gedaan. Was dat een steal? Oh, ik denk, oh, een fout. Ik dacht dat hij op de midline stapte. Layup gemist, steal fantastisch geparkt. En een fout van Olaf Schaftenaar. Dus zijn derde. Ik had wel verwacht dat op de drive van Burst een fout gefloten zou worden. Ja, volgens mij riep Hammond dat ook. Ik wil niet zeggen dat het er per se één was. Maar ja, als je kijkt naar het spelbeeld, dan zou je dat zeker hebben kunnen denken. Niemand nog steeds bij Donar met meer dan 3 P's. Schaftenaar, die moet erin. Dat lukt. Goeie bal. Goed in de post aangespeeld. En Leiden weer aan de goede kant. Het is ja, stuivertje wisselen. Stuivertje wisselen. Lead changes. Hoewel ja, die lead die change pas. Als je natuurlijk die 5 punten eraf haalt. Dat doen we dan maar de hele tijd. Hier is het met veel contact. Het Taylor. Het publiek van Leiden wilde een charge. Was denk ik sowieso no charge zone. Man down bij Leiden. Is dat de Olaf Roland Schaftenaar? Jazeker. Is denk ik op de borst geraakt als ik het zo zie. Hij heeft daar behoorlijk wat last van. Spratly kijkt naar de scheidsrechter. Zo van, nou, hadden jullie daar niet wat mee gemoeten? Ja, misschien wel, misschien niet. Hij komt overeind, Roland. En hij herstelt zich. Sta op als je voor Donar bent, wordt er gezongen. Ja, dat is wel heel toepasselijk als je natuurlijk in de 5 mijl te gast bent. Blijft erin, Schaftenaar. Ja. Nog even mopperen, nog even verwijtend een blikje naar die scheidsrechter. Terug in je coachvak wordt daar gezegd. Dat gaat Spratly dan doen, dan moet hij dat streepje daarover. Hij is er nog steeds niet, hij is er nog steeds niet eigenlijk. Als ik het goed zie, in ieder geval, je moet er toch uit Roland Schaffen. Ja, omdat het spel stilgelegd is en dan moet je gewisseld worden. Ah, verdraaid hoor, dat heb ik nooit geweten. In ieder geval Leiden moet wat doen aan die ja, virtuele achterstand zou je het kunnen noemen. Het gaat allemaal wel lang. Ja, het duurt lang. Ja. Nou, uitgestapt door Zakis. Heel veel druk gezet op de perimeter. En een mogelijke 4-point play voor Dion Hammond. Een heerlijke end-one voor de Leidse schutter. Hammond die het aanvallend toch echt wel lekker doet. Ja, Schaftenaar is weer terug. Juist. Ik snap het. Ja, zo ziet het leven er in ieder geval in Leiden alweer een stukje beter uit. Er gaan nog wissels komen. Ja, Mounts komt er weer in voor Zuidema. En Hollanders komt er ook weer in.
lijkt erop dat Dion Hammond de broekmode van Rudy de Jong heeft overgenomen. Zitten ze daar nu naast elkaar staan? Een beetje allebei van die hoogwater. Ik vind dat Leiden gewoon andere broeken moet krijgen. Gewoon kortere broeken zoals we vroeger hadden. Dus, we waren wel heel kort hoor, Martin. Sexy man. Ja, zeker. Als je een beetje legs had. Ja hoor, hij verzeelt wat zo'n 4-point play. Dion Hammond. In Zwolle is het trouwens afgelopen. Eindstand 69-69. Dus Landstede naar de finale. Ja, zonde van Feyenoord die vorige wedstrijd waarin ze duidelijk tekort kwamen. Dus gefeliciteerd in ieder geval aan Zwolle. En u weet het, na deze wedstrijd hier in Leiden wordt er in de 5 mei hal geloot over wie er thuis zal spelen. Dat trouwens grappig, Martin, dat die wedstrijd dus veel eerder afgelopen is. Terwijl ze volgens mij gelijk zijn begonnen. Ja, maar we hebben natuurlijk een langere pauze gehad. Ja, we hadden nog wat dingetjes met het scorebord en zo. Okay, dat is waar. Hier Hammond met heel veel tegengas van Williams. Goed naar de ring gegaan, maar heel goed agressief gespeeld. Dat is een fout van Leon Williams. Zijn derde. Nee, ik kijk niet goed. Zijn eerste pas, excuus. Wel de derde teamfout. Ja, wel twee maal. Dat verbaast mij. Ja, het was een beetje fout in twee instanties. Eerst duwen en toen meer waarschijnlijk tegen de arm. Ja. En daar komt Madeski terug voor diezelfde Leon Williams. Ook in de chat gaat het er spannend aan toe. Lekker veel chatverkeer op YouTube. Hartstikke spannend hier. Weer Hammond maakt hem in korte tijd 5 punten. Kunnen er 6 worden. Ja, en dan kan die Leiden toch alles bij elkaar weer op plus 5 zetten. Ja, en Hammond kan dan, als hij niet meer gescoord heeft behalve die N1, gaat hij naar 15 punten. Ziet er zuiver uit, geconcentreerd, maar sploet er net uit, dat moet je natuurlijk nooit zeggen. Jammer, laat er eentje liggen. Maar nog steeds een two-possession game. Donar heeft dan een score niet genoeg, maar natuurlijk ook nog die 8 minuten te gaan. Zakis, ja, lekker paasje, mooi gedaan, maar dan laat Madeski hem liggen. Oeh, die had hem liggen mogen. Komt Leiden goed weg. Maar even rustig kijken, Bouwknecht nu, of de trekker overhalen. Nee, rustig kijken. Ja, Hammond is natuurlijk hot. Die, ja, moet scherpaasje, even faken, neem de tijd, nog 10 seconden, alle tijd nog. Ja, hier zou toch een goed schot uit moeten kunnen komen uit deze lange aanval. Dat is een mismatch, step back. Ja, te kort, ja. Nee, dat zat er niet in. Weet je te... Hij moest ook step back doen tegen die grote Zakis. Ja, niet heel makkelijk. Goed verdedigd van Zakis wel, die dat rietje in huis heeft, neemt hem niet. Oeh, ja, is dat lopen of niet? Ja, zeker. Ja, ja. Ja, goed opgevangen door Schaftenaar. Dat was ook contact. Ja, ik denk dat in het tweede en derde kwart allemaal pace geweest zouden zijn. Nu dan niet. Gunstig voor Leiden. Maar ook een beetje zichzelf overschat, Zakis. Voor mij is een vierde fout. Nou, was lopen. Oh ja, was lopen. Maar hij gaat er wel uit. Nou, er zal Brandwijk erin komen, neem ik aan. Of, ja, die is er al in. Ja, dan staat hier Willem Brandwijk, nummer 19 in het blauw. Ja, goed gesneden. Oeh, rejected. Geweldig blok van Clay Mounts. En kan Donar meteen afmaken. Het lijkt er wel op. Oeh, weer niet. Madeski, weer niet. Oei. Grote scorer is het op zich niet echt, Madeski. Madeski, moet ik wel goed zeggen. Hier in de high post. Oh, het idee was goed van Leiden. Nee, het is er vaak gelukt. Nee. Maar dit was even een misverstandje. De jongen in gesprek met de scheidsrechter. Nou, jammer dat, of natuurlijk ook heel mooi, dat grote blok wat we zo net zagen. Terwijl dat juist wel weer een prachtige high-low actie was van Leiden. Maar inmiddels heeft Donar dat misschien ook wat beter door. En aan beide kanten empty possessions, grote kansen, geen scores. Publiek vol op de afspraak. Ja, een aanvallende fout. Ik denk van Magdertje. Er wordt gezegd, 9. Er wordt gezegd tegen de coach van Donar, ietsjes rustiger graag. En bedenk je wel, vriend, dat je al 1T hebt. Wat mag Deffy zo wegduwen? Ja, en nu Donar, Martin, in de penalty. Het is, ja, het is echt... Het flippert heen en weer. In het vorige kwart was het precies andersom. Had binnen de kortste keren Leiden 4-5-10 fouten en Donar 1. En hier in het laatste kwart is het precies omgekeerd.
En Dona denkt ook, ja, daar moeten we het over gaan hebben. We zitten in de penalty. Vierde fout Brandwijk. En Brandwijk is de eerste, nee, sorry, de tweede Groninger naast Taylor, die meer dan drie fouten heeft. Ze hebben er allebei vier. Bij Leiden is er dus Van Breem met vier en De Jong met vier. Ja, zo blijft het puntje. 62-53 voor Leiden, 9 punten voor, dus overal 4 punten voor. En we krijgen 2 vrije worpen voor Schaftenaar. Het is wel een echte cupwedstrijd, vind je niet, Martin? Ja, dus als je voor een mooi basketbal komt, dan is het met flashy passes en prachtige dunks. Dan zit je naar de verkeerde wedstrijd te kijken. Maar de intensiteit en de spanning, omdat het natuurlijk wel nog steeds close is, maakt natuurlijk wel heel veel goed. En ja, wie staat er goed te verdedigen? En ja, hoe gaat het dan? Nou, ik zie je, Martin, dat we 1500 kijkers hebben. En dan tellen we die op Sleutelstad, waar we natuurlijk ook weer dat we zien zijn, geen eens mee. Voor de mensen die op Sleutelstad kijken, daar zenden we alleen de loting en de interviews niet uit. Dus je kunt op een gegeven moment via de knop livestream op zzleiden.nl na de wedstrijd eventueel nog switchen van Sleutelstad naar YouTube. Want op YouTube pakken wij ook nog interviews mee. We hopen ook nog met Rudy de Jong te spreken. En dus de loting gaat Zwolle uit of thuis spelen in de finale. En gaat de winnaar dus van dit duel Leiden-Groningen uit of thuis spelen. Dat gaan we allemaal merken in de loting die door de NBB gedaan zal worden. Ja, dat is er ook hier op het podium. Zeker, hier Schaftenaar aan de lijn. Oeh, veel te kort. Ja, dat was dus die laatste fout. Dat was dus voor Dona, waardoor ze waren al in de penalty. Ze kwamen daarmee op 15 fouten. Vandaar dat Schaftenaar het nu nog een keer mag horen. Weer duidelijk te kort. We zijn er van hem niet helemaal gewend. Jammer, dat had Leiden echt een mooi buffertje kunnen geven. Hij miste er ook wel eentje in een bonus in Groningen. Komt ook niet heel veel op de vrije worplijn. Laten we het daarop houden. Oeh, pas op verlopen daar. Hollanders. Pas op de zijlijn ook. Pas op de stiel. Kalfors met moeite. 3 seconden nog. Is het op tijd? Ja, het is op tijd. Balletje op de ring gekregen. Goed gerebound door Kalfors. Ja, mooi gedaan. Een beetje theater hoor. Slim gedaan. Onder de neus van Bokhoven door Bouwknecht. Die tegen Dallefoort zegt, ik had je goed te pakken, vriend. Zwaar bestraft. Zwaar bestraft hoor. Donor had balbezit, dus het zijn geen vrije worpen. Nee. Maar ik weet niet of die nou gefloten had moeten worden. Dallefoort, nummer 18, die maakte zijn tweede fout. Dat valt wat dat betreft nog mee. Ja, gaat het nog rechtgetrokken worden met de foutenlast? Gaat Leiden straks scherp in de gaten gehouden worden? Bijvoorbeeld met een aanvallende fout of iets. Ik ben benieuwd. Hier in de post zit muziek in, denk ik, voor de langere Schaftenaar, maar pakt hem niet tegen Brandwijk. 8 seconden. Duurt lang, Brand. Ja, duurt lang. Er moet weer een noodschot komen. Waarom houdt Bouwknecht die bal zo lang vast? Ja, maar er is ook niet heel veel te beleven. En of er is geen vertrouwen in van, dan geef ik hem aan Venskoes. En dan gebeurt Venskoes vanaf 10 meter van de basket. En misschien toch ook wel dat De Jong ook nog niet helemaal in de running is. Wat wordt hier gefloten? Voor wie is die fout? Oh, er gaat overlegd worden. Oortje uit. Ik weet niet wat er gebeurde. Ik ben benieuwd. Nummer 1. Nee. 18. Zo'n blocking foul. Dat was dan Gadafos. Dan mag Leiden totaal niet klagen, want de schotklok, Martin, was bijna afgelopen. En dan zomaar op de vrije worplijn. De Schaftenaar liet er naar 2 liggen. Ik hoop dat Venskoes het beter gaat doen. Is dat zo? Ja. Het was bij de inbounds werd die fout gefloten. Dus ding is, Venskoes zette dat op de screen en die kreeg daarna een zwiep. Niet Nico zwiep. Ja. En Martin, zo is het dus 11, maar eigenlijk 6. En dan moet Dona natuurlijk op blijven passen. Ze zijn aanvallend enigszins stilgevallen. Ook Mounts, hadden we het al eerder over, die zo goed begon. Travel, oh, Dallefors ongelukkig. Ja. Zullen we zeggen dat Leiden het ook afdwingt. Maar pechfase voor Dona. Turnovers. Telen erin voor Hollanders. En een aantal pace natuurlijk. Nou,
24 persoonlijke fouten gemaakt deze wedstrijd door Donar. Ietsjes meer dan door Leiden. Die zal ik zo nog wel even optellen. Hier balletje wat beland bij Fanskoes. De klok is weer afgelopen. Moet weer geschoten worden. Oeh, net op tijd. Oh, dat duurt te lang, jongen. Nee, op tijd. Op tijd. Valt op de ring. Goed levend gehouden. Oeh, ja. Goed gevochten. Ja, emotie bij Lucas Kruithof. Houdt die bal in de ploeg. Maar het duurde weer onwijs lang voordat er dan een schot komt. En best een goed schot voor Schaftenaar trouwens. Dat hoekshotje is wat hij graag heeft. Nieuwe schotklok, omdat de bal op de ring kwam. Oh, daar is die open. Ja, goed gefaked. Ja, prima. Assist van de Jong. Belangrijke scoren en Leiden, Martin. Ja, de punten zijn duur in deze wedstrijd. Dan moet Donar 8 punten goed maken. En we gaan richting de 4 minuten. Oeh, dat rook weer naar lopen. Wie kan er een play maken bij Donar? Daar ben ik een beetje benieuwd naar met deze line-up. Nou, voorlopig VT. Dit schiet lekker op natuurlijk. Ze hebben nu nog maar 5 punten nodig voor een verlenging. Donar was, het lijstperspectief kwam die 3 punten natuurlijk wat te snel. Eindelijk een aanval die liep voor de Groningers. Een hele belangrijke bal. De Jong. Ja, een beetje hero ball. Niet helemaal per se wat je wilt, maar ja, iemand moet het doen. Nou, geen rim protectie, toch wel. De Jong kan dan nog. Oh, hij schoot net raak. Taylor, doet hij het weer? Dit keer niet. En oh, rebound gevecht. Duwtje van Schaftenaar. Zonde, Leiden niet in de penalty, maar je levert wel de bal in. Ja, en als Leiden nog een poosje kan standhouden, dan gaat de tijd op een gegeven moment toch wel dringen hoor, in deze low scoring game. Leiden puntjes blijft sprokkelen, Martin, aan de vrije worplijn, doordat Donar natuurlijk in de penalty is. Ja, maar dan moet je eerst nog wel die fouten zien te krijgen. Dat moet eerst nog wel gemaakt worden. Ik bedoel, ik vind dat Leiden nog steeds te veel van buiten speelt. En ik denk dat ook die actie van de Jong, ik voel dat Leiden naar de ring gaat. Ja. Daar zijn de fouten te halen. Donar staat op 15 fouten. Excellent. Waarvoor moet je dan gaan schieten? Ik weet niet of we Hammond nog terug gaan krijgen als er aanvallend wat moet gebeuren bij Leiden. Misschien zit Spradley dit als toch de momenteel ook misschien reboundend en verdedigend de beste line-up. Zou ook nog kunnen. Taylor die zich natuurlijk nu lekker voelt naar die 3-punter. Mateski neemt de verantwoordelijkheid en scoort. Oeh, zo gaat het heel hard. Het zijn 6 punten in korte tijd voor Donar, Martin. Het is een one possession game. Was op een gegeven moment 11 voor Leiden en nu nog maar 7. Gaan we weer terug. Nou, heel ver van de basket. Kunnen die pick and roll niet echt oplossen, Leiden. En een hele... Oh, pas op, ja. Oh, Galopos is gelukkig heel traag. Of net, maar, redelijk slimme fout hoor, van Venskoes zonder een U te krijgen. Maar het is opportunistisch wat Leiden doet. Eerst heel lang dribbelen. En dan denken met een soort heldhaftige paas in één keer een score klaar te kunnen zetten. En dat lukte niet. Sterker nog, bijna vastbreek van Donar. Terechte time-out dus van Leiden. Ja. Op zich niks aan de hand, Martin. Maar wat denk jij dat er nu besproken gaat worden bij Leiden? Nou, kijk, Leiden staat in principe maar 2 punten voor. Dus er zal sowieso aanvallend wat meer moeten gebeuren. Minder dribbelen. Bouwknecht ook, hoe die de bal weer weggooit. Dat is ongelooflijk. Het duurt te lang, weet je wel. En dan gaat hij weer terugdribbelen. En dan is er maar één pick die er komt. En dan moet je gaan schieten. Ja, daar kom je er gewoon niet mee. Ik bedoel, wil je dan picks hebben? Zet dan een pick aan de ene kant en dan nog aan de andere kant heen. Kijk voor je mensen die onder de basket lopen. En als je dan een paas naar de basket gaat en je kan niet denken van ik word geblokt. Paas hem dan in ieder geval naar een speler van Leiden. En niet gewoon zomaar in de blinde naar achter of zo. Ja. Ja, dat zijn echt gevaarlijke passes eigenlijk. Terug naar je eigen basketpaas. Als daar een mannetje tussen zit. En uiteindelijk door die fout van Venskoes liep het nog redelijk goed af. Maar dan heb je zo een vast break tegen natuurlijk. Ja, maar het is nu een 7 verschil. Het was net even 13. Je krijgt 6 punten om je oren. Ik bedoel 1 3-punter en Donar staat in de finale. Zou zomaar eens kunnen. En dan is het absoluut niet onverdiend. Ik hield een goed stand natuurlijk Donar van de week. En dat was die score uit die rebound van Verfus. Als cameraman had dat nooit verwacht. Om dan hier in de 5 mei hal, waar je toch heel veel druk van het publiek natuurlijk weer hebt als Donar in stand te houden, is hartstikke knap. Eens kijken of ze dat inderdaad gaat lukken of dat Leiden toch kan overleven. Ja, Hammond is in de ploeg gekomen voor Kruithof.
Ja, kan ik me iets bij voorstellen. Hij moet wel op Mounts gaan verdedigen, die ja, inmiddels niet echt meer in de wedstrijd zit. Taylor wel. En het is weer helemaal gelijk, Martin. Het is weer 0-0. En niet voor het eerst vanavond. Het gaat allemaal aankomen op de laatste 3 minuten. Of misschien wel op een verlenging. Als het verschil 5 is, gaan we 5 minuten verlengen. Oeh, daar wordt helemaal niet gekeken door Hammond of wie dan ook om te helpen. Bij Bouwknecht had je toch in ieder geval moeten weten dat daar het probleem ligt. Nu blijkbaar ook Ververs niet echt een optie is. De Jong dribbelt zomaar over de zijlijn. Ja, De Jong, ja, hij is natuurlijk nieuw bij deze ploeg. Hij heeft wat meegetraind, maar hij, wordt nu ook ja, hij weet ook niet waar hij moet kijken. Hij weet niet wat hij moet doen. Niemand anders die echt de bal op eist. Die denken, ja, de grote Rudy De Jong is terug. Die zal het wel weten. Iedereen die staat toe te kijken. Gaat Leiden het weggeven. Ze hadden een hele goede fase zo halverwege dit vierde kwart. Want met die end-one driepunter natuurlijk, onder andere van Hammond. Een paar goede acties van Roeland Schaftenaar. En hebben nu weer stop nodig om redelijk in leven te blijven. Ja, want je hebt een 8-0 om je oren gekregen sinds die 66-53. De punten zijn heel duur. Donar die zat heel lang zo rond die 53, maar zijn er nu mooi vanaf. Ja, beuk. Moeilijke bal hoor voor Mounts. Ja, goed geriebouwd. Goed ook stand gehouden door Bouwknecht. Ja, hij is niet echt een point guard, Hammond. Hij kijkt ook naar zijn coach van wat moet ik doen? Wat gaan we spelen? Een handje op het hoofd, dat is de play. Heel veel dribbles. Hebben continu moeite. Oh, nu komt hij bij de ring. Uitstekend. Ja, uitstekend. Time out Donar. Ja, redt hij de meubelen dan voor Leiden. Het was wel een beetje. Leiden zit de hele tijd te wachten op die roll, op de pick-and-roll, om dan te kijken of ze afspelen. En dat lost Donar heel goed op. Maar nu dacht Hammond, ik ga gewoon helemaal niet afpasen. Ik ga ook niet terugpasen. Ik hou me gewoon lekker zelf. Ik hou me dribbel levend. En hij vommelde dat lay-upje erin. Ja, staat aanvallend wel goed te spelen, Hammond. Dus ja, nu moet je zorgen dat je Donar 1 keer stopt en dan, dan zelf scoren. Dan heb je een goede uitgangspositie. Ja, Donar heeft natuurlijk net ook een aantal keren 3-punters geschoten. Heeft ook gezorgd dat er een gelijke stand op het bord is gekomen. Laten we zeggen, niet op het bord, maar met die 5 punten. Dus het zal in ieder geval down the wire gaan, om het zo maar te zeggen. Ja, de allerjongste fans vermaken zich hier ook uitstekend, Martin, in de 5 mei al. Ik blijf het gewoon de 5 mei al noemen, hoor, na de zomer. De nieuwe 5 mei al. Ja, makkelijk rekenen. Leiden, one possession voor, 2 punten. Donar heeft de bal bezit na die score van Dion Hammond. We gaan op de avond om de helft beginnen. Dus dat is een... De shotklok moet naar 14 dan. Nou, Leiden heeft een foul to give. Donar heeft nog 1 time-out. En Leiden nog 2. Dus wat dat betreft nog mogelijkheden genoeg. Ja, Fenskoes moet oppassen bij Leiden. En de jongen is weer uitgehaald. Maar Fenskoes speelt met 4 fouten. Gaat hij het doen? Galafos. Nee, pas af. Schotje ziet er goed uit. Te hard. Oh, levend gehouden. Ja, goed opgeraapt hoor. Het tip van Ververs. Ja, alle tijd jongens. We hebben een man meer. Probeer een fout te trekken. Daar blijft Galafos hangen. Die niet echt weet te overtuigen vandaag. Open schot. Is goed. Hele belangrijke bal. Beide teams nog met minstens 1 time-out. Leiden plus 5. Leiden plus 5. Wat gaat Donar doen? In de post. Probeer snel tot scoren te komen. Oh, mooie paas achterwaarts. Moeilijke bal hoor. Ja, dan was Brandwijk misschien niet helemaal klaar, maar een beetje overhaast. Oh, de tijd is in het voordeel van Leiden, Martin. Plus 5 en een fout, of niet? Ja. Oeh, gaat de Ververs het dan toch doen? Galafos kan het niet geloven. Die gaat, zijn 4e fout, niet fouled out. Teleurstelling. Ja, was een leuk paasje, maar het was heel druk daar inside. Bij Brandwijk, die hem toch niet lekker naar de ring toe kreeg. Nee, en knap geen rebound door Leiden. Ook veel spelers van Leiden er nog in de buurt. Ja. Nou, rebound doet Leiden het heel aardig. Deze hele wedstrijd al trouwens. Deze hele serie misschien wel. Een miniserie van 2 wedstrijden. Ja, als Ververs deze 2 maakt, Martin, wordt het een 3-possession game. En een foul to give nog. We doen het allemaal lekker in het Nederlands, hè? Dat is wel weer duidelijk. Nou, dan moet je ze wel eens ingooien.
Deze is raak buiten het beeld. Ja, het is allemaal live, Martin. Hè? Ja, ik kan het niet zien. Dus zelfs de beste regisseur drukt er wel eens naast. Die was raak, dus voor Vervels. Laatste van twee vrije worpen is ook goed. Oeh, heel strak. Ja, Martin, 12 is 7. Dat zijn drie scores voor Donar. Ja, je zei het al, Leiden kan nog een P maken straks. Niet te snel. Maar ja, straks als er nog een seconde of 10 op de schotklok staat of 8, dan is het wel lekker om er even een tikkie misschien uit te delen. In ieder geval geen drie punten tegen. Schaft er naar. Krijgt hem niet goed. En Hammond die staat goed te rebounden door Martin. En dan over de timeline. Over de timeline. En dan rustig aan. Niks aan de hand voor Leiden. Laatste minuut. Gaan ze het redden, Martin. Donar moet een fout maken. Dat doet de Ververs goed. Gooit net die vrije worpen erin. En zet de Ververs dan maar op de lijn. Oh, dubbelteam. Ja. Waarom valt Donar zo laat, Martin? Ze laten 15 seconden van de schotklok aflopen. Ja. 15 seconden. Nou, ik denk ook, Taylor denkt, ja, ik ben hond, ik ga die fout niet maken. Ik heb 4 P's. Laat iemand anders toch maar komen maken. Maar ja, dat denk ik ook. Dan speel je toch voor je eigen belang. Dit mag Leiden nooit meer weggeven natuurlijk. Zeker als er een vrije worpje ingaat. En ja, het zag er even wat penibeler uit toen Donar weer helemaal op 0-0 kwam, zo gezegd. Door die 2 3-punters. Maar nu, tekort. Ja, die vorige was ook al tekort van Ververs. Maar die hobbelde er toch nog op de een of andere manier net in. Ja, je kan natuurlijk ook gewoon de rebound pakken straks. Ja, zelf weer. Ja, Ververs zelf. Dat deed hij natuurlijk eerder ook al. Hij is wel goed. Het is 13. En 13 is gelijk aan 8. En dat zijn dus, ja... 4 2-punters is een beetje veel. Eerst maar een paar 3-punters. Leiden kan eigenlijk achteroverleunen. Kan ze gewoon laten schieten. Geen fout maken. Oh, zelfs nog een steal. Wordt het een dunk of niet? Gaat hij zelf? Er is geen passing lane. And one. Oh. Goed naar de basket gegaan door Bouwknecht. En zegt misschien nog sorry of een beetje een geintje tegen Venskus. Van ik had je best willen geven, maar ik had de angle niet. Ik had de paashoek niet. En goed op de vrije worp gekomen door Maarten Bouwknecht. Dan zegt Spratly tegen zijn mannen geen fouten maken. Ik wil dat jullie geen fouten maken. Ik denk dat het gebeurd is, Martin. Leiden gaat het toch, ja het is geflatteerd misschien, maar gaat het uiteindelijk toch nog makkelijk redden. Ja, dit gaat Donar niet meer goed maken natuurlijk in een halve minuut. Maar Leiden heeft wel gewankeld hoor. De derde kwart was niet goed. En ook een deel van het vierde kwart was ook niet goed. Het begin van de wedstrijd ook niet, hè? Nee, en op een gegeven moment komt Donar dan op 13 punten voor. Of Leiden op 13 punten voor. Ja, Bouwknecht en dan mist de tweede. Laat ze toch weer terugkomen tot 5. Ja, 14 is gelijk aan 9. Dan heeft Groningen 3 3-punters nodig. Ja, 2-punters, ja, die zijn wel leuk, maar helpt natuurlijk niet echt. Leiden moet weer op de vrije worplijn zien te komen. Of over de tijdlijn heen. Een hele snelle fout op Venskus. Oh, okay. Ik denk dat wat Leiden erin heeft staan een redelijke vrije worpen line-up is. Misschien de Venskus inderdaad de minste vrije worpschieter schutter van het hele stel. Terwijl ja, ook Schaftenaar natuurlijk een paar liet liggen. Ik denk als je nog 2 time-outs hebt, waarvoor neem je niet gewoon een time-out? Om de bal over, dan ben je al over de middenlijn, dan heb je ook alleen daar wat te spelen. Ja. Nu kan je hem nog kwijtraken in je eigen bucket. Ja. Nou, je hebt gelijk. Want het uitnemen was ook niet zo soepel. Nou ja, gooi maar gewoon die vrije worpen erin, dan ben je er ook klaar. Erikas Venskus. Ja, ja. Luister wel naar me. Hij wordt van Leiden aardig in orde. Aardig goed verzorgd in vergelijking ook met afgelopen week. En uiteindelijk toch 2 mannen fouled out geraakt. Taylor bij Donar. En ook Madeski. Allebei dus met 5 P's. En verder allemaal een beetje voor de statistiek. Ja, dit mag. Ja, bal komt terug van de ring. Goed gedaan door Brandwijk. En 13 is 8. Deze is mis. Goede rebound van Venskus. Gaat hij weer naar de lijn? Laat Donar het gaan. Ze geloven het wel. Gaat Hammond sportief zijn? Ja, ik denk het wel. Ja, dat vind ik wel correct. Bovendien dat het verstandig is om Donar de bal niet terug te geven. En het is Leiden, Martin, dat naar de finale gaat van de Basketball Cup 2022-2023. Straks de interviews. Hopelijk ook met Rudy de Jong. En de loting. Heeft Leiden straks thuisvoordeel of gaat het thuisvoordeel naar Zwolle? Martin gaat naar de statistieken. Is goed, Martin. Dankjewel. Wij zien jou en horen jou straks weer. Blijven natuurlijk nog bij u, mensen. De feestvreugde uit de 5 mei al. Het publiek is blij. We hebben strijdlustig Leiden gezien. Hetzelfde valt zeker te zeggen voor Donar. Maar ja, toen daar bijvoorbeeld Mounts wat moeilijker doorkwam met scores, toen was het sprokkelen voor de puntjes. Gallefors viel me aanvallend zeker niet mee. Madeski wat vrije schoten gemist.
Sakis kon zijn stempel ook niet drukken, had niet superveel speeltijd. En Leiden misschien net wat ervarener. Thuispubliek net misschien iets beter samenspelend. Net misschien iets betere rotaties. Daar komt David Collins ook aansluiten bij die huddle. En Leiden redt het. Mensen, wij gaan er zo uit op Sleutelstad. Terwijl Jan Stalman van harte wordt gefeliciteerd daar in de huddle. De man die zo lang ook bij en voor Donar werkte. Rudy die ook dan er ook om lachen. En ereronde zal zoet smaken bij de Leidenaars. En het is jammer voor Donar die dit seizoen zo goed aan het terugkomen zijn. Maar de beker zullen ze dit keer niet winnen. Vorig jaar natuurlijk wel. Het zal nu een andere finale zijn. Vorig jaar was het Den Bosch tegen Donar. Nu is het Leiden tegen Zwolle. En dat is dan ook wel weer leuk natuurlijk. Wij gaan zo die ronde nog even mee pakken. Dan krijgt u nog lekker alle highlights. En dan vullen we de tijd netjes op totdat we hier de interviews hebben. Met in principe Rudy de Jong en de twee hoofdcoaches. En natuurlijk ook de loting door Wil Moerer en Juliet Fransen van de Nederlandse Basketbond. We gaan even naar de muziek en dan zijn wij ook zo weer bij u. Voor onze kijkers op Sleutelstad. We gaan uit de lucht. Bedankt voor het kijken op Sleutelstad TV of Sleutelstad.nl. U kunt het vervolg van deze reportage zien op YouTube. Ga naar zzleiden.nl, de groene knop livestream en dan het linkje naar YouTube. Daar gaan wij verder met de interviews en de loting. Dus dan zien we u daar.
Ja, kan die? We gaan nu de loting verrichten voor de finale van de Nederlandse beker op 12 maart. Die gaan we even overnieuw doen, denk ik. We zijn live, Will. Oh, oké. Ook goed. Dat was ik even niet. Maakt niet uit, ik ga door. Dus de finale op 12 maart tussen Landstede, Hemmers uit Zwolle en Zorg en Zekerheid Leiden. Nu gaan eerst de briefjes in de balletjes. En daarna gaan de ballen in de koker, in de kom. En dan haal ik er één uit. We gaan mensen niet langer in spanning houden, zoals jullie zien. Leiden in het briefje. Opvouwen. Het is bijna zo spannend als het spelen wilde. Ja. En de laatste Hemmers. Ja. Hoppa. Zo, en dan ben ik even de Sophia Loren van dienst. Voor de oudere kijkers. Hop. En waar gaan we spelen? Ja. Dat is Landstede in Zwolle. Hemmers. De Hemmers. Daar wordt de wedstrijd gespeeld. Succes mensen. Nog een keer laten zien. Ja. Dankjewel. Heb jij het gedaan? Oké. Ja, dankjewel. Hij heeft het gedaan. Welkom. Dat hadden we niet verwacht dat we jou nog zouden gaan interviewen na een wedstrijd van ZZ Leiden na een paar maanden geleden. Ik had het ook niet verwacht. Hoe vind je het zelf om weer even terug te zijn? Als ik heel eerlijk ben, heb ik er wel een beetje moeite mee. Ik vind het best wel moeilijk. Mm-hmm. Maar ik bedoel, deze sfeer is natuurlijk unmatched. En dat neem je toch op. En dat voel je wel. En dat voelt natuurlijk heel heerlijk.
Ik ben natuurlijk blij dat, dat Leiden heeft gewonnen, dat we nu naar de finale gaan. Maar het is wel willen. Ja, het is natuurlijk een ander basketbal dan 3-3, waar je natuurlijk een tijd mee bezig bent geweest. Mis je wedstrijdritme 5-5? Nou, die eerste game misschien, maar ik denk dat vandaag wel een stuk beter is. Maar ik wil er niet te veel aan wennen. Dus, want hoe lang blijf je nog meedoen? Ik denk dat een vraag is die ik eigenlijk nog niet echt kan beantwoorden. Niet omdat ik niet mag of wat dan ook, maar omdat ik gewoon niet precies weet hoe ik me erbij voel. Dus het zal sowieso niet tot het eind van het seizoen zijn. Nee. Het is maar heel even, wellicht als David misschien kan spelen, dat ik dan weer weg ga. Maar dat moeten we even zien. Maar ja, god, het is wel een prettige terugkeer natuurlijk, dat je ook in zo'n ambiance naar de winst gaat. Ik denk niet dat het anders is. Die ambiance hier is altijd geweldig. En natuurlijk om je eerste twee wedstrijden tegen Groningen te spelen. Dat geldt natuurlijk ook in Groningen. Ook super veel fans. En zijn ook natuurlijk heel loyaal naar hun team. Zoals je merkte toen ik het veld opkwam. Maar ja, ook fantastisch om daar te zijn weer. Ja, precies. Even over deze twee wedstrijden. Op basis waarvan heeft Leiden de wedstrijd gewonnen, denk je? Defense. Ik denk dat wij de eerste helft hele agressieve defense hebben laten zien. Wat ze toch wel grotendeels uit de wedstrijd haalden. En toch in ons offensief heel wat momentum gaf. En in de tweede helft bleven we dat wel vasthouden. En we vielen niet uit elkaar als zij een run maakten. En daarbij, ja, ik moet eerlijk zeggen, ik weet niet, kijk, we kunnen gaan wijzen naar scheidsrechters of wat dan ook. Ik denk dat onze agressie een bepaald standaard heeft laten zien aan de scheidsrechters. En toen zij dat wouden gaan tonen, zag het heel unfamiliar eruit, waardoor ze fouten kregen. En ik denk dat dat wel uiteindelijk, ja, ik denk dat ze daar wel hun vingers hebben gesneden mee. Ja, precies. Dus, nou, hartelijk dank dat je weer even mee hebt gedaan. Ik hoop dat we nog een paar wedstrijden van je kunnen genieten. En dan spreken we elkaar vast nog wel een zeker, keer. Zeker. Dankjewel. Bedankt. André, welkom in de studio. Not the result you hoped for, I think. Where did it go wrong? This pause was on purpose, and then I can continue. Congratulations to Leiden. It's still not our turn to go forward. Tonight. Or in this match, we were just not the ones supposed to go. I can control only my team's performance, and we haven't responded well on the level of toughness Leiden imposed tonight, and I congratulate them for that. Yeah, okay, but where did you lose the game? You win at home at 5. I think that should have been more. Yes, we can argue that should have been more. That the ending and some parts of the game could have been played in a different way. We haven't done it. And then down the stretch of two games and 180 plus possessions for each team, this is what you have as an outcome, right? So 22 turnovers,
not being able to, we weren't apparently able to play really clear defense. We fouled a lot. This was the only way. So we have to accept that this toughness was our biggest issue and the cause of all our problems. And congratulations to everybody who is happy here. Yeah, your team is making progress based on the results also against Den Bosch in the cup final in comparison to the beginning of the season. Is this the team where you're going to finish with? I don't know. One injury can influence something. God forbid. I don't know. Team hasn't been thinking about implementing to this group and doing irrational moves. But Donar set some goals and we will just see. I think every team, you had a player left, Alzeger, and then you have another one. Who knows what can happen with this? Yeah, because you changed some players and Leiden is also changing players. So we will have to see what happens next. I don't have this type of announcement and I will, if the moment come that we are going for, then I will tell it right away okay. to the media as well. Well, thank you for joining us and have a safe trip home. Thank you. Thank you. It was a pleasure. Doc, welcome in the studio. Congratulations with reaching the cup final. Thank you. A hard fight. Yeah. We knew it was going to be. After Friday's game, we had to lick our wounds a little bit, but we regrouped, did some good video preparation, and I think we came out, and what Donar was able to do in the first game set the tone with the intensity. I thought at times it was maybe the best we played defensively. We were aggressive, we were taking things away. When I see that a team like Donar had 22 turnovers, I guess we're doing something right. Yeah, the start was not that flourishing. 5-15 down after a few minutes. What's going through your head then? Well, I think you see me enough now, you see I don't get nervous. I'm not a coach that just all of a sudden immediately takes a timeout. I think sometimes the players just have to play through it. They have to find it. Then we get into our rotation, make a few substitutions. If that doesn't work, then yes, of course, you got to take a timeout. But I was happy where the guys came back. They were nervous. They knew what was on the line. And I thought once we settled down and got focused, I thought we did a very good job. Yeah, defensively it was good. The intensity was high. The offense was at times a bit stagnant, with players dribbling too much. When everything's taken away, it's not that easy to make a pass when there's a defender in between. So I thought that sometimes, I agree, we had to keep the ball moving, rotating to the other side. Sometimes it just stopped in the middle, like I say, sticky fingers. But I think at the end of the day, we found a way. We started moving the ball again. We started attacking. Dion put us a little bit on his shoulders at a certain point, made some shots. I'm glad he listened to me one time. I changed the play when he was dribbling up, and then he got the layup. So sometimes I make a right decision. Sometimes the players make the right decision. But at the end of the day, the players did a great job today.
Yeah. What was the key point in beating Donar in the two-game series? Well, I think, first of all, we had to match the intensity or have a higher intensity. You saw with our defense, there wasn't a lot of easy stuff. You know, at the beginning of the game, there was. We were a step behind, maybe a little bit too tentative. But as the game went on, we got more locked in. Things became more difficult for them. And then you saw in the second quarter, our offense started to pick up a little bit. And I thought that everyone contributed their part when they were in the game. Of course, we can always hope that something here or something there is better, but that's basketball. 40 minutes, and at the end of the day, we had a decisive win for us. Yeah, and you had a new player for two games at least. How was that? Well, Worthy's a total professional. You know, he literally just practiced Thursday with us. By the time we got everything worked out, but he had practiced a couple days 2 weeks ago, I believe, when he had something going on here in Leiden, and saw that he can make the adjustment. But you also saw in the second half, he had a problem remembering what the plays were and all that stuff. Mm-hmm. So I thought, okay, it's time to get him off the court in the crunch time, even though he might be exactly the person you want. But in this situation, not knowing the systems, under the pressure that we were, I thought we made the right decision putting Marine back in the game. And he rewarded us with a super 3-3 and made a couple free throws. And so you can say we did everything right, I guess. Yeah. Now the final is on the March the 12th, I said out of my head, in Zwolle. How do you feel about that, playing a road game, actually? Well, since I'm new to the league, I guess I can voice my opinion. I don't understand it, to be honest with you. And I wouldn't understand it if we played here and Zwolle had to come here. I know Pokal is normally done at a neutral site, but we battle like crazy to get to that with two games, home and away. I think it, for the fans, it'd be much more attractive to have a home and away situation. For the clubs, of course, financially, it's a nice win as well. So I don't understand why they do it this way. I don't think one way or the other it's fair for the other team, but it is what it is, and we'll worry about that game when it comes. Yeah, the last cup final Leiden played in Zwolle was against Landstede, and Leiden won the cup. Well, so I guess it doesn't make that big a difference. I just, as a guy just new to the league, it's kind of tough for me to understand that type of system, but it is what it is, and let's worry first about the rest of the games before we get to there. Yeah, first game up is Rotterdam. Yeah. So, well, thank you, Doc. Enjoy the rest of the evening with reaching the final. And I also want to say, hey, thanks for our fans. Fantastic atmosphere. They're still here. They're still celebrating. Without them, it doesn't make it any. It makes it much easier with them. Without them, much more difficult. So I hope we can get 600, 700, 800 in Zwolle for the cup final. Let's make it happen. That would be nice. Yeah. Thank you. Thank you.